Met IED bijvoorbeeld, uh, vrijnemen in je eigen tijd, weet je wel. Uh, ook, ook moeilijk, dat is een dag van tevoren soms. Ja. Ben er morgen niet, ja. uh, noem maar nog een beetje. Oh, ik kom toch. <laughs> ja. ja, maar jullie, jullie hebben toch al gisteren gevierd? Nee, dat zijn Turken. Oh ja. nee, Marokkanen. Nee, die zit om zes uur al binnen. Once you change your philosophy, you change your thought pattern. Once you change your thought pattern, you change your, your attitude. Want you change your attitude, it changes your behavior pattern. And then you're going into some action. Welkom, broeders en zusters. Wederom bij een podcast. Assalamu alaikum wabarakatuh. barakatu. Ik heb vandaag weer een bijzondere gast voor de Dien en Doenia podcast. Want Dien, dat moet je doen, ja. En het is alweer aflevering nummer 24. En eigenlijk uh, heeft aflevering nummer 24 te maken met de vorige aflevering. Aflevering 23. En uh, ja, toen had ik een beetje in, op zijn Punjabis gesproken. En uh, dat viel niet bij iedereen goed de aard, want uh, mensen wilden een vertaling hebben of uh, dat er ondertiteling was. Nou, dat heeft uh, mijn uh, goede vriend en uh, broer uh, heeft dat even geregeld. Dus ik moet nog even naar kijken en dan ga ik het in orde maken hoor. Je moet het blij maken. Ja. En, uh, en toen uh, had ik met de broeder over van joh, we moeten ook uh, samen een podcast doen en uh, praten over het biculturele leven. Niks te maken met LGBT, hoor, gewoon bicultureel. Uh, dat wij opgroeien in twee verschillende culturen. Uh, ik zeg ja, dat is wel waar. En wat onze ervaringen daarin zijn. Want ik heb vorige aflevering heb ik gesproken met uh, onze oom, gastarbeider. Iemand uh, die in Pakistan is geboren en toen was Pakistan ook net uh, gesticht. En uh, nu gaan we met iemand praten die eigenlijk. Volgens de statistieken... Net zo oud als Pakistan is. <laughs> nee, dat niet. Bijna volgens de statistieken is hij degene die de eerste Pakistan in Nederland misschien kan zijn. Dus als er iemand jonger dan 1973 is... Sorry dat ik het zeg. Als iemand jonger dan 1973 is en zijn ouders in Pakistan hij is geboren in Nederland, laat ja. me weten. Dan word je van de troon misschien gestoten. Ja. <laughs> nee, ik heb hier uh, uh, onze broeder Salman en wij gaan vandaag hebben over het uh, ja, leven... De twee culturen. Je hebt Pakistaanse islamitische cultuur, je hebt Nederlandse westerse cultuur. Ja, welke uitdagingen hebben wij allemaal meegemaakt? En uh, ja, dat is wel heel erg bijzonder. Voor de rest uh, is zij ook heel erg actief als uh, iemand die de statistieken volgt binnen vrouwenvoetbal. Ja. Dus hij is ook heel actief geweest uh, binnen het vrouwenvoetbal, niet op het veld, maar uh, nee. <laughs> En uh, wat doet hij nog meer? Ja, ik heb uh, ja, heel veel verhalen gehoord, maar uh, die wil ik echt uh, met jullie gaan delen samen met uh, onze grote broer, onze broeder Salman. Maar ik wil eerst even jou een beetje gaan pesten. Allereerst welkom. Dankjewel. En uh, ik wil jou pesten met drie korte vragen waarin je een keuze moet maken tussen drie dingen en dan gaan we lekker de kick-off doen. Ja, dat heb ik jou niet verteld, maar sorry. Ik moet wel een beetje <laughs> een, 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 een verrassing hebben. Hij verraste mij eerst met van, joh, ik zei van, zullen we wat gaan eten? Hij zegt, nee joh, laten we niks bestellen, maar ik uh, hou wel van baklava. Dus we hebben hier lekker veel baklava. En die gaan we na het podcast wel even jangen. Jangen betekent eten trouwens. Over eten gesproken, als je moet kiezen, biryani of Boerko? Beide zijn lekker, hè? Ja. <laughs> ik vind moet... beide heel goed. Oké, okay, ik heb nog nooit gegeten, maar als je moet kiezen... Briani, uh, well, biryani dan wel met uh, rundvlees. Oh, Niet met, met rundvlees. Ja. Oké. Okay. Gaan we zo over hebben. Den Haag of Zoetermeer? Den Haag. Dat oh. Ja. Dat is makkelijk. Dat is een makkie. Ja. Krijf of Van Gaal? Uh, Van Gaal. Beter meegemaakt, dichtbij, zeg maar. Oké. Okay. Mijn generatie. Biryani of boerenkooi? Zeg biryani. Maar je twijfelde wel. Ja, ik heb... Uh, uh, daarvoor hebben we deze podcast ook ja. Heel cultureel hè? Ja. In zoetermeer ben ik opgegroeid en uh, dan kom je natuurlijk ook in Nederlandse huishoudens terecht. Ja. Uh, verjaardagen uh, waar uh, niemand weet hoe de samenstelling van de schaal is buiten de kaas en de rest weet niemand wat. Uh, kom je natuurlijk ook met, hij mag blijven eten, je mag blijven hangen, noem maar op, dus blijf je ook eten weer. En uh, zo ben ik eigenlijk met de boerenkool uh, uh, of bloemkool. Mm -hmm. Boerenkool, bloemkool. Je, je hebt boerenkool gezegd. Dus, ja. ja. En uh, we smet geraakt. Mm -hmm. Uh, kan je de worst niet mee eten? Noem maar op. Wel de schuur allemaal, weet je, dat soort zaken. Nou, later komen natuurlijk uh, meer producten bij die je kunt gebruiken. Dus ga je ook zelf maken. En uh, zo leer je ook dat deel kennen, zeg maar, ook. Je heeft gewoon uh, te koken. Dat is niks voor de Pakistan. Nee, ik kan weer geen biryani maken. Dus dat, nee, uh, dat is weer vervelend. <laughs> <laughs> maar zo leer je uh, die uh, ja die eetcultuur zeg maar heel erg. En uh, daarom is uh, ja. Beide is leuk. Ik hoef niet elke dag Pakistanse eten. Okay. Ik ken het overigens ook niet elke dag. Of uh, ik maak het zelf, maar dan wordt het Thais. Uh, je hebt zoveel uh, currypotjes, zeg yeah. maar, die je kan creëren. Dus uh, het is heel makkelijk om het te eten te maken. Ja. Dus je hoeft niet op je moeder te wachten of uh, op je zus. Dat doe je goed. Ja. Dat doe je goed. Maar biryani's, ja, en Boerkool. Maar mocht je na zessen gewoon blijven, joh, en mocht je gewoon mee eten, want ik heb van sommige mensen gehoord van. Uh, toen ze bij Hollanders thuis waren, zes uur, wij gaan wat eten. En moesten de gasten gewoon, gewoon kleine kinderen hoor, moesten de gasten gewoon in een kamertje gewoon spelen en wachten tot ze klaar waren met het eten. Joh. Ja, dat klopt. Nee, ik heb het zelf één of twee keer meegemaakt, denk ik. Ik kan me niet herinneren bij wie, maar dan als het straks opkomt, dan ja, maak ik het Lachen, dus je moest hard. gewoon wachten totdat ze klaar <laughs> waren met het eten. Soms kreeg je dat wel eens te horen. Maar omdat je de enige bent in te meer, uh, waar toen ik twee, drie, vier, vijf, zes, zeven was, ook de basisschool, peuterschool was je een van de weinige gekleurde, mm. Dus dan val je op op de school, noem maar op. Ik kan mijn zusje, maar mijn zusje is aardig uh, wit, zeg maar, van huidskleur. Mm -hmm. Ze lijkt meer op een Turkse, mm -hmm. de jongste ook eigenlijk. Mm. En uh, dus dan kom je op verjaardag terecht, noem maar op, hoe dat eraan gaat. Weet je, een klein zakje chips, snoepzakje, weet je, erbij, noem maar op. Uh, en dan val je bij die ouders natuurlijk ook op. Hey, een niet-Nederlander, of hoe, hoe ze ook over mm. ons dachten, zeg maar. Mm. En uh, zo je dus mensen kennen... En uh, zo door je mensen ook uit. Maar het is niet je karakter, weet je. Hoe ga je met iemand om? Ja. Ben je beleefd? Uh, nou, mijn vader is ook een nette iemand, weet je wel. Uh, we hebben ook geen echte noem noemen we op, dat soort dingen. Dus dan scheelt het ook weer, weet je wel. Dus dat je niet, uh, zeg maar, op een andere manier opvalt. En uh, omdat je een van de weinigen bent, ja. zoeken mensen ook contact met je. Ja. Kijk, ik woon er de tien in één ja. blok en één een uh, anders. Ja, denk, je, oh, Wat doe mij hier? Ik kan ook beter beetje verhuizen. En uh, zo op die manier raak je eigenlijk in contact eigenlijk op school of mensen die willen helpen, mm -hmm. omdat die ouders totaal niet volledig uh, machtig zijn. Ja. Dus dan schiet ook buurten te hulp. Dus dan maak je automatisch weer contact. Mm -hmm. En uh, vroeger was ik, uh, uh, nou, nu ben ik ook wel cute, maar was het was ik nog cuter als je jonger bent. Je <laughs> <You> het. <heard it. laughs> ja. Maar dan, uh, een beetje met kinderen doet het aandacht met iemand moeilijk. Ja. Word je wat ouder en zo, dan heb je natuurlijk wat anders. Maar als je 10 12 bent, dan ja. Onschuldig. Ja, weet je wel. Dus dan ja. eet je gewoon mee, chips, uh, drinken, noem maar op. En zo groei je steeds door. Leer je die mensen kennen. Je wordt wat ouder. dus Ze zien jou ook steeds groeien. Ja. En uh, zo blijf je connected eigenlijk met al die mensen. Voor mij was het uh, juist een uitzondering uh, als er een uh, Hollandse jongen op een middelbare school zat... School ja. met bruinen, ja. Ik woon in een stad achter, ja. euh, achter de duinen met al die bruinen, natuurlijk. Ik ook ja. middelbare school zagen we een paar verschillen. Kijk, je had al wat indos hier, natuurlijk. Dus, maar die worden niet gezien als, hoe je het wil noemen, buitenlanders, <laughs> uh, noem maar op. En is er vrienden, zeg maar van ze, uh, Nostans of uh, hmm. Negroïden, uh, kan zeg maar. Hmm. Uh, die worden ook niet gezien als. Uh, uit uh, ja. buitenstaanders. Nee klopt. Dus alles wat daar buiten valt, weet je wel, of qua kleding of doen en laten, dat valt er gelijk op. En gaandeweg, weet je wel, uh, maak je ook vrienden, mm. kom je op verjaardagen terecht, leer je ook hun ooms en tantes kennen, opa's en zo. En uh, jij sprak mijn naam als Salman uit. Nou, ik was uh, altijd Salman. Salman. Simon Anton hey, hey, Lodewijk. En niet. achternaam is uh, voor de Nederlanders Kawaia. Kawaya. Dat is Karel of, Hendrik. Anto en Anto en <laughs> voor dus de, de Pakistan is het Gwadja, Gwadja ja. <laughs> En heb je nog een paar verschillende varianten ook nog, okay. weet je wel. Oké. Uh, Gwadja, Gwaja heb je, Godja heb je. Godja, Ah, ja, dat is een nieuw. Beetje Idaans. Ah, die kan op. opschrijven, ja. Yeah. En... Uh, dus, <laughs> gaandeweg leer je met spellen, voornaam, achternaam. It's all good. Ja, yeah, it's all good, ja. Yeah. <laughs> en... Uh, maar zo kom je dus die verjaardag terecht, weet je wel. En dan vind ik mm -hmm. leuk. ben je de enige weer die daar uh, huppelt, weet je wel. Handjes geven in kring, noem maar op. Mm -hmm. En... Uh, ja, ik hoorde van jou dit, dat. Ik hoorde van jou dit, dat, weet je wel. Dus... Ja. Iedereen weet dat dat iemand anders. Ja, pak je uh, daar ook de sociale skills in mee vanwege uh, ja, dat je... je blijft wel alles... vriendelijk. Okay. <laughs> Terwijl je denkt, uh, houd een keer op, weet je wel. Integreer, hè, wat heel ja. erg hot is, zeg maar nu. Hmm. Uh, wanneer ben je uitgeïntegreerd? Ik weet niet wat het goede woord is. Ja. Of je een certificaat moet downloaden van de website. Vandalen uh, gaat hem goedkeuren, geloof ik. Hij begint. Oké. Weet je, wanneer ben je klaar met integreren? Hmm. Uh, ja. Wij heten nu Baklava straks, weet je wel, Zijn ja. we dan geïntegreerd in de Turkse gemeenschap? Gaan Dat we het misschien zo over hebben. Integratie ja. aan zich. Nee, duidelijk. Oké, okay. Briani of Boerko. Je gaat voor Briani. Maar geen kip. Nee. Lams. Nee. Uh, Den Haag of Zoetermeer? Zonder enige twijfel. Enige hesitation <laughs> ga je voor Den Haag. Terwijl je toch uh, gros van je Heel tijd veel, ja. uh, in Zoetermeer in uh, Sweet Lake City hebt Ik woon maar pas acht jaar, in, uh, hey? ja, acht jaar in Den Haag. Den Haag ik was altijd op de vlucht uit Zoetermeer naar Den Haag. Den Haag, oh, oké. Okay. Okay. Uh, meer, meer voor de... Uh, weet je, je hebt heel veel culturen hier. Je kan uh, eten. Ja. <laughs> je kan overal eten. Je kan, het is altijd gezellig. Het is hm. nooit uitgestorven. En in Zoetermeer, ja, ze noemen het ook vroeger altijd... Weet je, slaapstad. Weet hm. je, na tien en negen is dicht alles. Laat keer geen McDonald's. Nou, dan moest je ook met de wow, auto erheen. <laughs> ja. Ja, hier had, iedereen had rijbewijs. Ja. en met uh, de sprinter had je vroeger nu heb je de landstadril klopt uh, dan kon je een beetje voor paarden uh, gulden, dan kon je naar uh, Den Haag nou dan kon je heel de stad door eten drinken ja. uh, scheveningen bijvoorbeeld weet je wel dan pakte hij daarna weer de tram ging je weer terug ja. en weer in de stilte dan gebeurt niks ja. en uh, ik heb wel heel veel meer gedaan gevoetbald weet je wel ja. uh, op school gezeten alles en zo en stadstart is ook leuk ja. maar uh, Den Haag is gewoon wat internationaler weet je wel ja. en, en je zit wat meer uh, bekende, maar ook bekenden die jou uh, weten te vinden, altijd. Ja. <laughs> uh, dat is het enige nadeel als je in Den Haag bent. Hm. Vroeger, dat heel veel uh, sociale controle altijd wel is. Want je weet nooit wie allemaal naar jou kijkt. En, uh, Show story. Dus voordat je thuis bent. Het is wel het al duidelijk van ja, volgens mij zag ik hem met een sigaretje. Of volgens mij zag ik hem met een meisje. Ja. En ze zag er niet Pakistaans uit. Ja, zulke dingen. Nee, die, die, die zag ik sowieso niet Pakistaans meisjes. Want nee. uh, ja, je vertelde dat je altijd een beetje de dinosaurus uh, van de Pakistanier bent. Dus die ja. generatie heb je amper hier. Ja, klopt. En uh, je hebt die tweede groep, weet je wel, allemaal wat alles na 77, 80. Dat is natuurlijk wel eens een grote groep. Ja, grote groep, ja zeker. zeker. Hm. Um, even kijken, Cruijff of Van Gaal, je bent voor Louis van Gaal gegaan. Ja, toen, toen uh, Cruijff die derde beker pakte was ik net geboren, 73. Ja, klopt. Maar ik ben natuurlijk uit de uh, generatie later. Ja. Met uh, Ajax zeg maar, met uh, 95, ja. uit die groep. Maar 91-92 begon die eigenlijk. Ja, Louis van Gaal, Torino had uh, verslagen ja, met de UEFA Cup. Ja, de Meer, dat oh, waren nog geen tijden. Ja. Ik had laatst nog weer die goal gezien van Jonk. Die afstandsschot, ken ja. je nog? Ah, beauty. Het was voor mij ook heel snel die goal, want ze scoorden heel vaak ja. uh, heel snel de eerste goal altijd ja. uh, in dat seizoen. Ah, uh, 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 toen ja. zijn ze al op gaan met allemaal van die lelijke voetballers als uh, Van de Brom. En, uh, nou, van de Bo Brom was ook wel functioneel. Ja, uh, toen ja, ja. Toen had je ons, uh, kreek, had je Kreek, Oelida, die, <laughs> ja, die was zo goed, maar uh, is helaas mislukt op een of andere manier. Hij ja, is dan naar Japan gegaan heeft, ja. Is is daarna teruggekomen heeft ook bij ADOG uh. Goed, Dat weet ik niet meer. En, uh, maar eigenlijk die, die, die groep, zeg maar. Ja. En dat heb ik van dichtbij meegemaakt. Toen was ik ook Ajax Sheet. Hmm. Dat label heb ik al een paar jaar geleden eraf gehaald. Maar hmm. ook Ajax Magazine, weet je wel. Uh, een soort blad weet je, met allemaal interviewcijfers en uitslagen. Ja. Dus ik was wel aardig fan, zeg maar. Ja. En toen ze die finale in 1995 haalden, uh, zaten wij met school in Parijs. Uh, toen wij zeg maar, een hotelkamer een beetje verbouwd, lekker ja, <racht> ja, die puntertje, ja, vind lelijkste goal maar, ja, uh, ja. dus we hebben daar met een uh, aantal mensen gevierd en uh, niet opgepakt, wel waarschuwing gehad van het hotel <smart Christine> hotel-eigenaar. Uh, <speaking up> maar eigenlijk, ja, vandaar dat het verhaal zeg maar dichterbij, staat. Kruif ja, ja, ja. kennen we natuurlijk alleen maar voornamelijk Als. via uh, ja. beelden. Ja, ook uh, gedeeltelijk trainen. Want begin jaren hmm. 80 was hij ook uh, coach van Ajax. Uh, begin jaren 90, Dream Team, Barcelona. Ja, dus, uh, dat is wel zo. En dan ben je aan Koeman, hè, was dat? Uh, ja, Ja, zeg maar. ook uh, Sampdoria tegen Sampdoria ja. en Wembley. Met uh, die kale Viali. Ja ja, hier, ja, ja, ja 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 toen had hij nog bossaar volgens mij had hij toen, ja, haar, had ja, toen ja, had nog had haar, haar. Ja, dat ik kan waren dat wel ik ook niet halen ja ik kan nee nog. maar die hoort het de 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 werkwijze zeg maar van uh, vergaal ja. dat is wat bekender zeg maar omdat het ook al met tv al heel veel te doen was zeg maar laat komt internet erbij ja. maar met tv is ook zoveel geregistreerd en je kreeg ook veel meer mee alsof heel nederland uit ajax cider bestond zeg maar, ja precies ja zo voelt het wel aan ja, ja. Alleen ja, van, uh, ik heb het toch. Ik vind Van Gaal wel een uh, geweldige trainer, maar uh, ja, al ben ik, uh, ben ik wel meer van mm. die lichting van van Gaal maar uh, Cruijff Ik heb ook zijn biografie gelezen. Ja, hij is toch een van de weinigen die eigenlijk succesvol als speler en als trainer is geweest en uh, geweldig. Maar ik kan nog een anekdote, uh, kan nog wat ik had gelezen toen Beenhakker ging natuurlijk weg mm. hè, bij Ajax, want hij ging naar Real Madrid, als ik me niet vergis. En uh, nou, van Gaal was volgens mij toen assistent. assistent al, ja. En uh, toen hij contract ging tekenen bij Ajax als uh, hoofdtrainer, ging hij die hand schudden van volgens mij Michiel van Praag, als ik me niet oh, vergis. Toen ja. zei hij van ja, gefeliciteerd met de beste trainer van de wereld. <laughs> ja, die arrogantie was het toen al. Maar Cruyff vond ik echt, uh, ik weet niet, ik vind zijn filosofie, en als je ook, uh, heb je zijn biografie nee. gecheckt, moet je echt doen. Ik denk dat je echt gaat uh, genieten. Maar dat is gewoon een winnaar, puur zang. Hmm. En uh, hij legt ook, uh, ook uit in het in in begin, bij de inleiding van zijn boek, ge geeft hij duidelijk aan waarom ben ik gestopt op mijn 35ste. Hij zegt, hmm. mijn 35ste was ik gewoon op een top, kon nog meedoen voor de prijzen, en ik wil niet daarna voor een lagere divisie per ja, se. Dit nee. en dat. Ik wil gewoon stoppen op mijn hoogtepunt en that's that. Dat en uh, ja, zijn mentaliteit is second to none. Mm. Ja, dus uh, dat is mooi. Oké, okay, duidelijk. Ik van ga gaan hem online bestellen, want uh, je komt geen winkel meer binnen. Ja, dus, uh... Nee, je mag van <laughs> mij lenen, geen probleem. Ja. Oké, okay. um, okay, laten we beginnen. Je hebt een beetje wat verteld over jaren 70, jaren 80, maar we gaan toch uh, beginnen. Je wilde heel graag toch even samen met mij, en wat ik ook heel graag wilde, uh, is gewoon een podcast houden, Leven in twee culturen. Laten we beginnen met onze Pakistaanse cultuur. Wat is er daar zo goed aan? Uh, uh, dat is, een dus mooi, dat is ja. Ja. <laughs> Nee, Dik expres. Dat wordt een okay. hele korte podcast. <laughs> we gaan nee, nou inleiding met de, de, vorige, ja. de vorige podcast, zeg maar. Ja. Hadden we ook drie, vier thema's eruit. En uh, wat me altijd al zelf boeit, zeg maar. maar je, uh, je leeft één keer. Dus in dat leven, wat je nu doet, hè, dus vandaag, nu, dit moment, zeg maar morgen hebben we weer een nieuwe dag. Uh, blijf je leren en ontwikkelen. En, uh, en wat je meekrijgt van het huis of alle invloeden, weet je van familie, het ooms, tantes of wat je ziet. En nu kan je natuurlijk zelf ook heel veel ontdekken. Maar wat, wat ontdek je eigenlijk? Ja. En toen ik uh, 18, 19 was, zeg maar, was volgens mij internet net nieuw, half volgens mij niet eens helemaal. Een paar jaar later denk ik. Ja. En uh, kon je niet veel vinden. En als je wat vond, was het Engelstalig. Maar ja, voordat je Engelstalig uh, omzet, dat is dan weer het religieuze gedeelte. Ja. En, wat ik al een beetje geleerd heb in al die tijd, of in die 47 jaar tijd, mm. dat soms... De, uh, er is geen scheiding tussen cultuur en uh, religie mm. bij ons. En uh, vaak wordt het uh, de deken weet je, gegeven van, uh, ja, het uh, moet zo of zo is gegaan. En denk je, ja, wat is dan cultuur dan? Ja, nee. Mm. Uh, weet je, ja, het is altijd dat of dat. Mm. En uh, harde feiten heeft haast ook nooit iemand, omdat niemand zeg maar, met iets kan komen wat ik ook snap. Ja. Ik kan Arabisch lezen, maar wat staat er? Moet ik toch een vertaling hebben? Nou, in mijn geval, uh, als bounty slash taarttaal, weet ik hoe je het wil noemen, <laughs> uh, werkt Nederlands het beste voor mij, want dat, dat snap mm. ik direct. Ja. Als ik Urdu moet luisteren, nou ja, je had de vorige keer met uh, Anke Barwees, mm. als ik ook een paar woorden gaan zoeken, denk ik, oh ja, dat bedoelt hij. Mm. Dus de zin wordt dan heel anders ja. dan dat je denkt wat hij zegt. Ja. En, uh, en dat is met Koran lezen hetzelfde. Ja, wat ja. wordt er nou mee bedoeld? Cool. Je kan twee, drie kanten op. Minimaal twee kanten. Minimaal. Ja. En dan heb je nog mensen die derde, vierde, vijfde variant uh, creëren ja. of bedenken of toepasbaar maken. Klopt. Alleen ja, wat is toepasbaar? Wat, eh, van 14, ja. 1500 jaar terug. Of hier uh, in Europa of Nederland dat zeggen. Of in Pakistan of in Bangladesh of in Ghana. Ja. Uh, noem maar op. Ja. Dus hoe ga je daarmee om? Klopt. En uh, je kan er één keer om, mee, één keer positief mee omgaan. Of ja. negatief, hoe je het ook noemen. Uh, maar je kan niet meer terugdraaien. Ja. Dus als je een keer een besluit hebt genomen, ik ga die kant op of ik ga dat doen, ja. heeft wel een effect op de rest van je leven. Klopt, ik denk dat uh, als we kijken naar uh, de Pakistanse gemeenschap en eigenlijk ook andere gemeenschappen die naar Nederland zijn gekomen, het uh, hoofddoel was eigenlijk voornamelijk survival, uh, oh. geld verdienen. Dus als dat je hoofddoel is, dan werk je automatisch ook daar naartoe. Ja. En islam als religie werd meer gezien als iets uh, leuk, goed, symbolisch. Moet je vast aan houden, dan moet je niet van weg gaan. Maar uh, het bleef wel secundair. Mm -hmm. Wij Pakistanen houden van islam, het zit echt in ons hart. Maar het, het zou niet verder gaan en het is ook niet verder gaan uh, bij de ouders. wanneer ze hun kinderen gingen educeren over islam, is dat de Koran moet worden gelezen. En het zou goed zijn als je ook bidt, mm. maar Ramadan, vasten, dat moet je gewoon doen. En wij zijn hier in Nederland opgevoed uh, ook en opgegroeid. En daarin stellen wij gewoon bij Nederlandse cultuur: is het normaal om vragen te stellen? Ja. Is het normaal om met ouders te converseren? Waarom? Is het normaal op school om te zeggen van ja, nou, uh, meester Kees, ik vind van niet. Nee. Ja. Probeer dat maar thuis even uit te leggen. En dan ja. krijg je links, rechts uh, bepaalde dingen. Nou, nu kan PVV dat heel goed gebruiken <laughs> voor haar promo. Nee, maar. Iedereen. <laughs> maar dat is de realiteit. En als ouders, um, bijvoorbeeld, wat ik bijvoorbeeld nu met mijn kinderen doe. Uh, ik leer natuurlijk ook van mijn ouders en ik le leer natuurlijk ook van mijn omgeving. Zellig. Is dat ik uh, islam probeer ik functioneel en rationeel te maken. Door aan te geven: oké, okay, is goed. Laten we de religie ook een beetje ter discussie stellen. Mm. Waarom ben jij overtuigd? Mm. Kijk, als wij op deze manier zouden worden opgevoed, dan zouden we veel meer overtuigd zijn voor onze religie. Want de schepper vraagt ons om 100% mm. overtuiging en niet een geringe twijfel. Want dan is eigenlijk gewoon nog steeds twijfel. Je krijgt het mee als cultureel pakket. Cultureel. Weet ja, je, wel, van, uh, je moet de moskee. Je ja, moet naar de moskee. Dit hoort erbij, dit moet ja. je doen. En uh, niet veel vragen stellen. Want uh, wij weten ook niet eigenlijk beter. Want zo hebben we het ook geleerd. Precies. Ja. Nou, dan als ze zouden zeggen, we weten niet beter, dan uh, zijn ja, ze ja, nog heel erg. Dat is, mijn variant. Ja, dat is jouw variant. Nou, je beschermt ze wel heel veel. Heel goed. Nee, het zijn onze ouders. Ja. En dus zij moesten gewoon doen. Uh, zij moesten roeien met de riemen die ze hadden. En wat ze van huis uit ook meekregen. En ik denk dat er voor ons. Uh, ja, tweede generatie eigenlijk... een grote inhaalslag dient te worden gemaakt. Mm. Van oké, okay, laten we even weer teruggaan naar de basis. Oké, okay, wat gebeurt is gebeurd. Onze ouders hebben islam op deze manier begrepen en uitgelegd. Mm. En als je te veel met religie ging bemoeien... dan werd je meteen al uh, geleberd als... Wie banje", mm. oftewel hij is imam geworden. Terwijl je misschien alleen een boek wilt lezen... je wilt weten van oké, okay, waarom heet ik zo? Ja. Waarom zeggen we la ilaha illallah Muhammad rasulallah? Ja... Waarom is dat zo weet belangrijk? Weet je wat komt? Ja. Er, er, er zit altijd een, uh, een, uh, een belerend toontje in altijd. Ja. En dat is wat, tegen, uh, wat mij, weet je wel... Uh, allemaal? Ja. Uh, ja ik ja, wil niks mee te maken met dit hele verhaal zo. Ja. En plus, uh, omdat ik ook geen vangnet had om me heen. Weet je, mensen van gelijk uh, gestemde... Je kon niet sparren. Je nee, kon niet sparren. met niemand. Ja. Dus ja. voor mij was het ook allemaal aannames. Ja. En uh, ben je wat jonger, maar blijf je nog steeds diezelfde verpakkingslabel krijgen. Ja. Van ja, het hoort hierbij. Dus het, het is onderdeel van je cultuur. Nee, dit is religie. Dat is niks met cultuur te maken. Nou, je hebt de vorige keer al ontdekt, ja. cultuur, je hebt vijf provincies. Ja. Nou, in Nederland hebben wij dertien. 12, 13. Ja. Heb je ook allemaal verschillen. Limburgers doen ook andere dingen dan Groningers. Ja. En Agenees doen, die haten Amsterdammers. En de Vriezen willen nog steeds apart. en uh, uh, nog steeds apart. <laughs> Zeeland denkt, ja, wat ja. Doen we doen hier. Laten we naar België gaan. Ja. Dus je hebt altijd wel invloeden. Dus ja. als wij niet in Den Haag waren geboren, maar in Drenthe, dat hadden we accent gehad. En hadden we meer aardappels gegeten misschien. Ja. Of andere dingen. Dus en vaker over de grens gaan, uh, vaak over de <laughs> koop kunnen tanken. Ja. Dan moeten we op, vuurwerk halen. <laughs> maar dat is dat ja. allemaal invloeden. En dan ja. uh, krijg je... Uh, uh, een verplichte... Uh, uh, ja, hoe zeg je het? Uh, een plichtmatigheid kreeg iedereen. Klopt. Want doe maar, volg het maar, weet je wel. Of meegaan naar uh, events. Uh, uh, Vroeger had je Salman Rushdie. Die had een e, boek geschreven. Ja. Niemand het boek gelezen. Nee. Die iemand uh, geroepen van... Uh, Oké, okay. hm. nou dan gaan we met z'n allen we naar mee doen, demonstreren. Ja. Ja, ja. Rotterdam. Ik ook mee, weet je wel. Was je ook daar bij die brug ja. 1987 of zo? <laughs> ik ook mee, weet je wel. Denk je, ja, wat doe ik hier? Dat is een hele grappige <laughs> wilde ook. Ik ja. heb <laughs> ja, Iedereen loopt hier rond. Dus ik denk, gewoon een beetje aan de zijkant lopen. lijkt dat of ik een soort uh, 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 ramtoerist ben, ja. weet je wel. Maar ja, je zit daarbij, maar niemand weet waarom eigenlijk. Uh, de inhoud heeft niemand gelezen. Ja. Maar toch gaat iedereen achter de inhoud aan. Dat is met de rest ook, weet je? Of nou positieve indoctrinatie is of niet. Iedereen gaat daar achteraan. Ja, laat zeg het. Ja, oké. En dat is eigenlijk niet eens islamitisch. Dus enkel aannemen op basis van een individu wordt ons eigenlijk niet onderwezen vanuit de Koran. Juist de Koran geeft aan, ga op onderzoek. En dan Lasz geeft juist voorbeelden in de Koran van oké, denk hierover na. Kijk naar de zon, kijk naar de maan. Dus wij moeten juist vaststaande bewijsvoering hebben over waar wij van overtuigd dienen te zijn. Mm. En dat werd ons gewoon niet uh, aangeleerd. Puur vanwege het doel wat onze ouders hadden: survival, geld maken, Pakistan sturen, yep. Koran ma ja. Maar dat is al niet te min. Eén voordeel is wat we wel hebben gehad: is dat ze wel een bepaalde maat van striktheid hadden, van dat mm. je wel moet leren lezen. Ja. Koran Doe. moet je leren lezen. Oké, okay, maar wij hebben als kinderen zoiets van, toen dat van oké, okay, is goed, ik moet leren lezen. Maar dat is gewoon torture voor ons, mentale torture. Mm. Want je gaat daar naartoe en je denkt van, oh, het is nu drie uur, ik kan niet wachten tot het vijf uur is. Ik ben al vijf dagen in de week op school. Vijf dagen. En je staat het daar nog. Het ook al, ook al moet jouw weekend worden? En je ja. denkt van oké, okay, nu gaat het misschien oh, Zonder hey. Sommigen komen weer mensen langs, of moet je ergens anders heen? Klopt, vraag maar, <laughs> mijn broertje, uh, onze carissa uh -huh. kwam, uh, die kwam naar ons huis. En uh, wij konden vanuit het raam zien, vanuit de verte of die wel of niet aankwam. Dus als we uh, vijf uur les hadden, vijf ja. tot zes, en het was vijf uur en we hoorden niet, gingen we altijd bij het raam kijken. We ja, ja. keken bij het raam. Als hij gewoon vijftien minuten, van, tussen vijf uur en kwart over vijf, als ze hem niet zagen, gingen we gewoon feestvieren. En dan belde hij gewoon: uh, van ja, ik kom niet, yes. Ja. Oh, het is vijf uur en het is vijf over vijf. oh, we gaan. We gaan vandaag geen les krijgen. Dan zeven over vijf, je ziet hem daar lopen. Wij met z'n drie, we gaan gewoon rennen, we gaan woede doen. En dan zitten we daar <laughs> totdat hij komt. En dan wacht je tot het zes uur is. En dan is er weer vrijheid. Dus daarom is het belangrijk dat wij als ouders wel onze kinderen islam leren zoals het aangeleerd dient te worden. is Met liefde en de functionaliteit. Hmm, ja. En zo probeer ik mijn kinderen ook op te voeden. Van luister, dit is mijn waarheid. Dit is mijn beslissing. Ja. En joh, vanuit Islam ben ik verantwoordelijk voor jou tot een bepaalde leeftijd. En, en daarna, joh, wat je moet doen, moet jij doen. Gaat me pijn doen als je anders zult leven. Ik, uh, ik ga er echt niet over liegen. Mm. Maar mijn verantwoordelijkheid gaat tot hier. En that's yeah. that. En als je daar een planning mee hebt, dan is het veel makkelijker. Net zoals onze ouders, die hebben planning voor ons gemaakt. Van ja, je gaat daar studeren. <laughs> je moet VWO halen. Hè? Dokter, ben, hè? je moet dokter worden. Of lawyer. Layer vertalen ze hmm. dan gaan ze het verkeerd uitspreken, dan word je <laughs> Ja, heb je Dat advokaten? zijn we al. <laughs> die advocaat heb je ook natuurlijk. Ja, ja. Nee, maar dat is ook een invloed die uh, cultureel is, zeg maar. Uh, ja. uh, hè, waar je het vorige keer ook over hadden, uh, ga maar leren, kan je beter verdienen. Uh, om mensen te ontlasten, nee, je moet je leven ontlasten, maar zij, die, men, die generatie denkt: oké, okay, als hij heeft geleerd, kan hij geld verdienen. Nou, heb die 3.000, 4.000 euro per maand zeg maar. Ja. Nou, dan kunnen we dit doen, dat doen, dat doen. Ze denken in geheel. Ze denken niet aan zijn of haar leven zeg maar, weet je. Wel. En oké, uh, okay, als hij dit doet, dan, dan kunnen we dat doen. Ik had ook vroeger een oom. Moet je op schiphol gaan werken? Krijgen we Goedkoop tickets. Weet je wel, uh, mijn broertje weet wel of wie het uh, gaat. Ja. <laughs> maar weet je wel, wat is dit voor ons ja. ding? Weet je, grappig Schiphol werkt zo zodat wij, de hele community-gemeenschap, zeg maar, uh, benefits heeft. Ja, 15 hè? Ja, weet je, maar mm. niet denken van, hé, hey, wat, wil, wat wil die kneus eigenlijk zelf? Weet je, die tegenover ja. Me zit. Ja, maar dat is dus de mindset. Dus onze ja. ouders zijn met een andere mindset gekomen en ze hebben natuurlijk een heel wat andere mindset ook geleerd. Mm. En, uh, en uh, natuurlijk is een bepaalde respect en onderdanigheid naar ouders toe... Uh, ...is gewoon, uh, is gewoon mm. belangrijk voor, uh, vanuit islam al. Maar uh, ja, hoe je een kind moet leren denken... Uh, ...hoe je met een kind dient te communiceren... Ja, dat... Open communicatie, want dat is echt de basis kan ja. ik al 47 jaar ook wel uh, meegeven. Ja, ja. Uh, gewoon uh, open kletsen. al ja. gaat het uh, over het vullen van een bekertje. waar ja. komen bekers vandaan? hoe worden ze gemaakt? waar kom, uh, hoe komen bomen? ademen bomen? Mm. hoe vliegen vogels? klets. zoek een onderwerp. weet je? om te kletsen. Want dan hou je altijd. Uh, weet je, en als wij in elkaars ogen kijken, ja. zo moet je ook naar je ouders kunnen kijken. maar ook Klopt. je ouders naar jou. niet Klopt. van de uh, naar de tv. weet je? also. Ja. Uh, oh, ja, ja. 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 Oh, ja, Maak het even voor me op, ja. Of oh, ga wat ja. doen ofzo. of zo. Of uh, ga even naar dingen, want ze hebben een brief gekregen. Of uh, doe iets, uh, weet je, something, something. Klopt. Maar uh, betrek je hele familie Gewoon je gezin. Ja. Niet, uh, niet die tweede, derde rangs familie, maar gewoon... Ja. Je hebt kinderen, Daarmee moet je mee doen. Klopt. En je kan niet op je vijftiende dingen gaan herstellen. Of dan pas gaan leren, weet ik wat. Of dan zeggen, ja, hij praat nooit met mij. Of ze praten nooit met ons, die kinderen van ons. Of dat je bij de imam gaat klagen over je eigen kinderen. Doen die kinderen die ja, bij ik niets. heb hem alles gegeven ja, ja maar wat heb je gegeven heb ja. je gevraagd aan, aan hem of haar wil ze een ps3 of weet, ja. wat variant je, ja. uh, weet je wel een je tegenwoordig heb weet je wat wil jij nou eigenlijk ja weet ik niet nou, Geef niet uh, heb je nagedacht over school over dit uh, wat vind je leuk om te doen weet je mensen helpen ga dat doen weet je wel? in plaats van pushen pushen ja. nou, dan kom je een beetje bij dat onderwerp trouwen uit ja. zeg maar weet je wel dat wordt ook alweer tussendoor geslepen, noem maar op. En uh, je geeft dan eigenlijk druk op kinderen. Je moet niet helemaal drukvrij, want nee, tuurlijk in de westen worden uh, ook uh, kinderen opgevoed uh, uh, met druk. Yeah. Maar uh, daar wordt interessant interessant van die nieuwe generatie hier, ja. hoe zij weet je, daarmee omgaan. Klopt. klopt. Uh, heel erg, weet je, richting ouders of uh, scheiding tussen religie, cultuur, dingetjes, noem maar op. Mm. Hoe ga je daarmee om? Want de invloed wordt steeds groter van. Klopt. Nederland, Westen, noem maar op. Kijk, één ding is wat een feit is. Uh, een vrije, volledig vrije opvoeding kan bijna niet bestaan. Nee, dat bestaat ook niet. Want je, nee. je voedt je kinderen op, nagelang jij uh, wat ja. voor ideeën je hebt. En je ontmoet je partner, dus krijg je weer nieuwe inzichten. Ja, inzicht ja, precies. Ook, ja. 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 Alleen als we gewoon kijken naar de, uh, de Pakistaanse islamitische cultuur. Um, is het gewoon ja, voor ons nu echt de taak. Mm -hmm. om eigenlijk uh, ja, de generatie die daarna komt eigenlijk, uh, te rehabiliteren. Yeah. En onszelf natuurlijk ook te rehabiliteren. En ja. uh, ik zeg niet dat uh, onze ouders <laughs> ons heel veel schade en schande hebben nee, gebracht. Nee. Ze hebben gewoon echt hun best gedaan vanuit de... hun perspectief. Ja, en daarom zeg ik ook echt uh, shout-outs naar de ouders mm. die er wel voor hebben gezorgd dat de kinderen wel naar de moskee zijn gaan. Dat we toch nog een bepaalde maat van link met islam hebben gehad. Ja. Want toen ik uh, opgroeide en de Koran ging lezen en later gewoon... Uh, op 22, 23-jarige leeftijd ook met de andere leeftijdsgenoten ging praten over islam en al die dingen. wist ik niet dat sommigen gewoon niet werden geholpen door hun ouders mm -hmm. om te lezen. Mm -hmm. om te leren lezen. Dus dat is dan een grote gunst. Ja, iets wat jij denkt dat normaal voor jezelf is. Ja, daar kan een leeftijdsgenoot van mij gewoon heel erg jaloers op zijn. Ja. van Ja, ik heb dat niet gekregen. Dus alhamdulillah dat onze ouders uh, ons die sentimenten zeker weten hebben meegegeven. En wij moeten gewoon nu naar de next level uh, met de kennis die wij hebben en de denkwijze die wij hebben. Om te kijken van oké, okay, is goed, wat is de ware boodschap van hmm. islam? Wat is haar functie? En uh, wat, is, wat is de rol van islam? Is het enkel... Ja, goed. Het is of een inspiratie volgen. of opvolgen. Mm. Ja. Yeah. Daar kunnen we misschien ook zo over hebben. En ja, ik kan, uh, ik kan wel zeggen dat de, uh, ja, de opleidingen die wij dan hebben gevolgd, of in ieder geval uh, ja, de Hollandse educatie die we hebben gehad, daar krijg je wel een bepaalde denkwijze mee of een denkpatroon mee. Mm -hmm. en, uh, ja, en soms struggle je. Sommige mensen gaan helemaal van uh, God los. Mm. Anderen die komen tot bezinning en denken van: cultuurloos hey, cultureel los. Hè? Ja, ja, ja. Niet godlost. Heb je ook nog een. God? Ja, 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 klopt, ja. Cultureel los. En, ja. en dan, ja. En het is eigenlijk Allah subhanatullah, degene die ons leidt. En ja, en als je geleid bent, dat is dan uh, gewoon mooi iets. En als je daarvan overtuigd en dat is gewoon echt uh, prachtig. Maar ja, het gaat niet altijd zoals. Uh, uh, zoals we eigenlijk horen te leven. Maar ja, dat is... Uh... Maar dan was het ook mooi, weet je, ik weet niet of ik het dramatisch bedacht, weet je, nee. van, dat, je één keer, uh, hè, dat je maar één keer je, ja, je leven hebt, zeg maar. Nee, het is niet dus... een, uh, dramatisch. Waarom nee, zou het maar... dramatisch zijn? Ja, uh, het ja. is ook een feit, ik ja. bedoel, de dood is een feit. Ja, je precies. leeft één keer op aarde en hier ja. moet je, je tentamen afleggen. En dus of je nou, weet je wel, dus... meng, van hier of daar, je moet toch daar een weg gaan vinden. Ja. En liefst, uh, uh, weet je, met uh, mensen om je heen. Ja. Als dat niet kan, dan moet je zoveel mogelijk zelf volgen, dus niet in de put raken of in die veel trek aan de bel, ja. zoek mensen uit, weet je wel, ja. of uh, vind iemand, weet je wel, uh, als je ergens mee zit. Uh, ik zit heel veel op socials ook natuurlijk, ja. en uh, TikTok onder andere, ja. zie ook al die dramatische filmpjes, weet je, lachen, dolle. maar de meesten hebben altijd wel dat uh, uh, soort druk wat ze altijd meedragen, wordt altijd leuk verteld, weet je wel. Ja. Alle grappen die ontstaan hebben allemaal een kern van waarheid altijd. Een gotcha. katje. En ze ja. hebben overal dezelfde, of ze zijn Amerikaanse tiktokkers, mm. Pakistanen, Indiërs, mm. Bangladeshi. Uh, of het UK, Nederland zie je nou ook heel veel. Mm. Uh, ze hebben allemaal één ding gemeen, zeg maar, die generatie ook. En dat valt uh, op dat ze wel weer alles meekrijgen. Ja. Maar daardoor voelen ze toch wel nog steeds die uh, 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 biculturele druk. Want ze zijn al twee, twee soorten mensen zijn het continu. Klopt. Dus ik denk dat generatie of twee, misschien wel drie gaat duren, zeg maar, tot er iets nieuws ontstaat. Ja. Waar iedereen zich meer in thuis gaat voelen. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Want de dat de zou kunnen. Mensen die ik dan zie, zijn ook 18-19. Ja. Dus dat, dat is zeg maar een derde van mijn leeftijd. Ja. Dus ze hebben ouders die eigenlijk nog een beetje ja. uh, hun heritage of mindset nog steeds vanuit die kant hebben, uit het oosten. Ja. Terwijl ze ook al hier een tijdje zijn, want die kinderen zijn al 18-19 en hier geboren. Klopt. Dus, dus die blijven toch nog hangen. Los van Klopt. de groep uit 70. En het nou, is een groep uit 90, denk ik dan. Ja, klopt, 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 klopt. En um, ja, wat zijn nog andere dingen die je hebt meegekregen vanuit huis over uh, islam? Oké, okay, sowieso dat wij de moskeeën mm. moesten betreden, <laughs> klap gekregen. eerlijk. Maar er zijn er nog andere uh, punten waarvan je zegt van joh, daar hebben mijn ouders echt focus op gelegd. Zodat ik in ieder geval wel cultuur van uh, islam of uh, ik weet nog van kreeg. natuur. Een, 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 uh, hoe zeg je dat? Uh, een rustig persoon ben ik. Ik ben van nature een rustig persoon. Ik kan wel mm. druk zijn, maar gewoon van nature rustig. Ja. En uh, onder, onderzoekend ook zelf. Okay. Uh, ik gaf aan dat je niet heel veel tools weet je, om ja. te leren. had je wel in Den Haag. Uh, Abdul was een Nederlandse man volgens mij. Die was zeg maar. Uh, Abdullah Hazel? Nee, nee. Ja, ha Hasselhof, of Hasselhof, of, ja, In die trant. Die begon een beetje zeg maar uh, lezing te geven en zo. Dat soort dingen. Maar ik ben meer van het, ik mm. moet het boekwerk hebben zeg maar. Ja. Dat ik kan lezen, dat soort dingen. Heerlijk, ja. En uh, later kwam de Nederlandse vertaling zeg maar, van een Koran. Voor mm -hmm. mij dankzij die groep, dacht ik. Mm -hmm. Ja, dat is zo geschreven. Dat is zo geschreven. Ik zeg, I don't care. Ik heb in ieder geval een handvat, eindelijk. Ja. Wat ik kan lezen, wat er staat. Uh, ja. Wat de vertaling daarvan is. Nou, dan nog is het moeilijk, want het zijn allemaal van die oudbollige Nederlandse teksten. Dus niet je, richting uh, toen modern, zeg maar. Of geen straattaal, maar ja. begrijp ik Nederlands of wat er wordt nou mee bedoeld Want ja, uh, dat oude woordje Nederlands, dat kan ook alle kanten ja. op. En, uh, maar vanuit de huis, ja, eigenlijk door die mix eigenlijk, weet je wel, van uh, uh, cultuur, religie gemixt, continu altijd. Ja. We werden niet echt gestimuleerd om gewoon. Ja, we oordool leren, slaam volledig. Ja. <laughs> ja. Oordool maar we was Punjabi. Uh, ja. Uh, klank in mijn keel ook ja. en uh, thuis wel le uh, lezen zeg maar dus wat je zaterdag meekreeg uh, zondag weet je al uh, herhalen. Met maar dat is echt een zo. groot goed hè denk ja. misschien dat het gewoon normaal zaak van de wereld was voor elke Pakistanse mm. jonge man of jonge vrouw maar dat is niet zo nee. en dan dat wij dat wel in ieder geval Maar ik niet voorstellen dat je het helemaal niet meekreeg ja ik, ja. Ja, nee. ik schrok ja. <laughs> toen ik dacht van Hé? really ja. en, en en dat is toch wel een, een mooi iets um, bijvoorbeeld ja je zegt ook dat je ook op onderzoek uh, bent gegaan oké okay, wat uh, vertelt uh, mijn schepper mij en, en daarom denk ik van dat wij misschien een hele goede stappenplan altijd dienen te maken een voor onszelf maar ook de stappenplannen moeten gaan toetsen met anderen mm. hoe doen zij dat uh, met de religie en een van de grootste punten en daar focus ik uh, voornamelijk op op mijn kinderen is uh, bewijs van het bestaan van een schepper mm. Dat is voor mij zo erg belangrijk. Dus ik ben niet overgegaan naar regels, wetten. Ik ben eerst teruggegaan naar het fundament. Mm -hmm. ja. Ik zocht in handelingen altijd. Die, ja. die je kon uitvoeren, maar die dan ja. ook bij mij, bij mij passen, zeg maar. Ja, maar het is ook ja. uh, uh, noodzakelijk. Mm. Nee, want uh, wat jij doet is ook correct. Van oké, okay, ik moet nu een keuze gaan maken. Mm -hmm. Oké, okay, wat vraagt mijn schepper wat ik hoor te doen? Dus dat is eigenlijk het eerste, een van de belangrijke fundamenten. Omdat jij je vertrekpunt nu hebt vanuit mm. Islam. Je kunt ook een vertrekpunt hebben van, hé, hey, ik doe wat ik wil. Nah, Wie been there, dan that, yeah. we don't want to go back. Mm. Omdat we weten van, oké, okay, de Schepper bestaat. Uh, we, hebben hier een, uh, we leven hier één keer. En daarna is er, uh, inshallah, gewoon een afrekening in een positieve zin. Maar het feit, het fundament, dat als wij niet van kunnen bewijzen dat de Schepper 100% bestaat, dan is een stap maken naar het feit van, oké. Okay, wat zijn de rules en regulations mm. op aarde voor mij als individu, zijn veel makkelijker dan, te, dan kun je dat veel makkelijker accepteren, omdat je fundament al sterk is. Ja. En ja, onze ouders hebben dat niet, ik bedoel, kun jij tegen je vader, zou je dat kunnen zeggen überhaupt, van ja, maar papa, u zegt Allah bestaat, uh, no discussion, gebed is verplicht, no discussion. Maar hoe kan ik dat beargumenteren? Het woord beargumenteren zou al een, een shockwave gaan uh, realiseren. Nou, ik had uh, dit is ook een gesprek niet met mijn vader, maar wel in Praxen altijd. Ja. Daar uh, had ik, uh, kom ik uh, meer uh, geleerden tegen altijd. Hè, ja. Dan heb je altijd heel veel geleerden. Ja. Uh, als je een baard ik... hebt, ben je geleerd. Ja, weer geleerd en... gelijk. Ik had het vandaag even kort ja. <laughs> en, uh... Maar dan... De... Gingen die, die gesprekken ook aan? Omdat je, ja, je weet, je, 14, 15, 16, 17, je hoort genoeg, weet ik veel wat. Ja. Maar waarom is dit zo? Dus dan ja. kom je precies bij die waarom vraag. Ja. En waarom wordt vaak gezien als negatief? Is, ja. En uh, ik heb ook als coach gewerkt, zeg maar. Ja. Ik ik ook vragen. Waarom? Toen dacht ik aan het begin vaak. Ik leg het toch uit. Klaar? 4-4-2 en dat is het. 4-3-3. 4-3-3. Met okay. de keeper. Hè? Okay. Vier, maar gewoon, uh, voer dit gewoon uit, dan kijken we daarna, weet je hoe de wedstrijd loopt, bla bla. En, uh, maar ook altijd waarom, hoezo? Je hebt altijd mensen, zeg maar. En ik was in mijn uh, uh, ontdekking, hij is niet zo groot, ja. maar gewoon de interesse, weet je, van oké, okay, waar komt alles nou vandaan? Wat is cultuur en wat is uh, religie, wat religie nou? Ja. Ik wil een scheiding gaan creëren, niet ja. uh, hard. Ja. Maar ik wil wel weten, oké, okay, dit komt uit cultuur. Oké, okay, dan hoef ik niet zoveel aan de handen besteden. Ja. is er toch geen DNA. Maar de andere niet. De ja. dat andere kan je leren, weet je wel? Handelingen, los van dat je uh, oh. uh, uh, punten kunt verdienen. Ik zeg het heel plat even, maar, nee, ja. uh, maar gewoon vanuit... Uh, Vanuit je hart dingen kunt doen die dichtbij staan. Klopt. Als we jou uh, oma's helpen met oversteken, uh, leuk vinden, dan moet je dat de hele dag blijven doen. Ja. Doe je dan aan, Ga je dat de hele dag doen? Uh, mensen voeden, ja. eten maken voor mensen of uh, andere dingen doen. Ja. Zo ben ik eigenlijk een beetje gaan zoeken. Oké, okay, wat is nou uh, de diepte? Ja. En die gesprekken ging daar aan. Ja, dan word je een beetje weggezet als uh, Europeaan, west oh, Die sport even niet, dat is een vraag. Ja. <laughs> ja. Maar ze kunnen je ook niet, uh, los van overtuigen, maar ze kunnen je ook niet simpel uitleggen. Why? Hoezo? Waarom? Daarom. Uh, om ja. dit of dat. Ja. En dan komt, weet je wel, uh, 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 wordt de relatie gelimpt met heel veel andere dingen. Nee, ik wil direct uh, iets weten waarom we dit doen, weet je wel. Het was uh, uh, huwelijk bijvoorbeeld. Ja. Weet je welke vrijheid is er voor man en vrouw? Bijvoorbeeld. Of voor jonge ja. meisjes ja. eigenlijk dan. Uh, hoe zit dat in elkaar? Weet je wel? Uh, ja, je moet de ouder respecteren. Ja, dat heb ik nou vaak gehoord. Ik ben nou al klaar mee. <laughs> ik wil diepte. Ja. Ik wil duidelijkheid. Ja. Weet je, ik wil, waar staat het dat het zo moet? Ja. Uh, met eten, uh, drinken. Weet je waarom je zitten? Drinken. Uh, ja, weet ja. uh, toiletbezoek. Ja. Uh, nummer twee moet je altijd zitten. Ja meeste ja. met nummer 1 moet je uh, wordt verwacht van dat dus je zit Waarom? nou medisch doen maar op zo ja. uh, dus heb je heel veel dingen omdat je hier wordt uh, word je blootgesteld en niet in negatief of dramatisch bedoeld maar hier kom je andere dingen tegen die strijken tegen je cultuur of tegen je religie. Ja, ja wat is nou wat? Jij ja, wilt echt die separation maken, zodat dat je weet van: oké, okay, wat is voor mij verplicht en wat is cultuur en, uh, en kan ja, ik keuze hoe... maken, weet je, van het verplichten. En ja. Moet ik dat doen? Kan ik dat hier wel doen überhaupt? Bijvoorbeeld, ja, weet goed, je wel? Ja. Dat is dat je heel veel mensen zeg maar, weet je, die bidden op een werk. Ja. Maar, uh, ik doe het nou live. Ja. Voor mij mag je ook je normaal sparen voor thuis. Mm -hmm. Kan dat? Klopt dat? Nee, precies. Nou, zie je. En daar kan... is ook geen meningsverschil in. Nee, nee? oké. Okay. Nee. Maar sommigen ja. zeggen: ja, Ik wil op mijn werk kunnen, heet uh, dat? Uh, naast leren of uh, naast doen, zeg maar. Ja. ja, als dat kan, kan het. Maar als het niet hoeft, uh, ja. moeten, op we die dan, manier, ja. moeten we dan een plek creëren? Uh, weet je, maar waar gaan we naartoe? Moet het water apart zijn? Uh, moet dit apart? Dan ga je zelf. Uh, uh, afzetten, zeg maar, van alle, alle andere mensen, zeg maar, weer. Klopt. Kijk, het punt is... Um, en dat daar had ik, al, ik altijd moeite mee altijd. Nee, nee, ja. Je bent niet alleen. <laughs> uh, ik bedoel, uh, het is goed dat we dit gesprek ook samen voeren, want uh, iedereen heeft zijn uitdaging daarmee gehad, uh, me included. Ik ben mm -hmm. daar zeker ook niet van uh, uitgezonderd. En daarom moeten we dan weer teruggaan en kijken naar uh, oké, okay. een schepper bestaat. We zien de materie mm -hmm. beperkt, alles om ons heen. Ik ben beperkt. Levende wezen zijn beperkt, van allemaal dood. Als alles beperkt is, hoe is het dan gekomen? Mm. Dan kan niet anders dat een onbeperkt yeah. dit heeft gecreëerd. Want het kan niet uit er niets komen. Nee, die is niet. niet is, is, de ik krijg een error. Ik probeer nee. het, maar nee. Oké, okay, dus een schepper. Oké. Okay. Wat is mijn relatie met mijn schepper? Is de relatie met mijn schepper enkel dat ik geschapen ben en dat de schepper boodschap heeft gegeven? Jo, doe maar wat je niet laten kan. Dat staat niet in de Koran. Oké, okay, nou had een uh, probleem met uh, taal. Vertaling, oké. Okay, de Schepper bestaat en hij heeft ons de boodschap gegeven. Risala. En als we in de Koran lezen dat bijvoorbeeld het gebed, dat is een hele mooie voorbeeld, en ik denk dat nog ja. heel veel mensen hier ook mee struggelen. Dan worden duidelijke regels aangegeven over hoe verplicht een gebed is. Betekent het omdat je nu werkt dat je uitgezonderd daarin bent mm. om bijvoorbeeld een gebed te sparen? Want jouw state of mind, net zoals die van mij, is nog enkel van nee, hey, ik wil vijf keer per dag bidden. Maar waar, zijn, uh, waar is er ruimte vanuit mm. islam geven? Want je wordt nog steeds conformeren aan. En dan ga je je best doen en dan ga je bijvoorbeeld aan mensen vragen die misschien geleerd zijn. Ga je bijvoorbeeld aan mensen vragen voor wie je heel veel respect hebt. En als die mensen dan zelf tegen jou gaan zeggen, wat ik vaak heb gezien en mm. gehoord is van, joh, je werkt, werk is oké, okay, bada, spaar je gebeden maar op. Ja, maar ja, dat zijn jouw netwerken. En dan ga je het gewoon volgen, want jouw Nia mm. is perfect goed. Want jij wilt de schepper aanbidden en van oké okay, is goed. Ik ben uh, beperkt hierin, dus ik moet dan derden gaan vragen. En daar is waar het misgaat, van oké, okay, wat is jouw bewijsvoering, o geleerde, om aan te geven dat je gebeden mag sparen? Bijvoorbeeld iemand zei van ja, ik werk bij een casino, ik weet dat het niet goed is, maar ik heb aan een geleerde gevraagd van ja, ik werk nu in de casino, uh, maar ja, ik, ik moet ook gewoon werken, ik moet ook rekening hmm. betalen. Ah, ja, precies, je moet ook werken, je moet ook rekening betalen. Super, dus, la. <laughs> uh, ja, uh, ja, refereren ja. naar de vorige ja. podcast. dus dus daar gaat het mis. En omdat we niet in zo'n cultuur mm. opgroeien waarin islam domineert mm. en uh, waarin eigenlijk ook de staat toezicht houdt van, oké, okay, worden de Koranen nageleefd, komen we tot deze conclusies en uitdagingen. Mm. Dus we worden daarin niet beschermd. Nu stel je voor, jij zegt van, oké, okay, is goed, ik ben overtuigd, klopt, er is geen meningsverschil, uh, vijf keer per dag op tijd bidden. Ik werk prima, maar dan moet werk ondergeschikt zijn aan mijn gebed. Ik hoef alleen maar tien minuutjes te hebben van 9 to 5. Hmm. Uh, Desnoods moet ik in het toilet uh, en, en de sanitair moet ik gewoon uh, mijn voeten boven uh, weet je, wassen. Maakt niet uit. Um, en tegenwoordig heb je ook gewoon gebedsplekken op werk en offices en kun je alles ik doen. Het is zoveel meer. Precies. Ja, nee. precies. En dus dat betekent dat eigenlijk de mindset moet zijn van: Nee, luister, ik ga sowieso op tijd bidden. Werk of geen werk. Dan komt het concept van risk mm. naar voren. Van oké, okay, alles is besloten door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus ik ga gewoon ervoor zorgen dat ik gewoon moet gaan bidden. Niet om stoer te doen, maar. Ik had ook een issue uh, met het gebed. En voorheen vond ik, daarvoor vond ik het heel lastig om aan te geven. Want mm. mijn state of mind ging ook veranderen. Van oké, okay, ik ga nu praktiseren. Ik geloof in de schepper. Dit is het. En alles wat ik daarvoor heen dacht, nee. Want ik begon vanaf mijn 18, 19 wilde ik opnieuw beginnen. Van joh, waar gaat het nou over? Mm. Alles is gewoon copy-paste en ik volg nee. het allemaal. Nee, ik wil echt overtuigd zijn. Het duurde heel erg lang, tot aan mijn 25 of 26, dat ik echt dacht van joh, I'm going for it. En eerst ook precies net zoals jou, oké, okay, is goed. Oké, okay, gebeurt niet op tijd. Oké, okay, dan ga ik maar in de metro uh, bidden of zo, mm -hmm. want ik moet naar werk. Of uh, ja, oké, okay, ik ben nu op werk. Oké, okay, ze geeft mij ruimte om te bidden, maar dan schaam je om voor Jumma vrij te vragen of naar Jumma toe te gaan. En op een gegeven moment dacht ik van joh, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon zeggen joh, vrijdag. Moskee, ja, oké, okay, top, geen probleem. Hoe laat ben je terug? Moet je wel helemaal terug naar Den Haag? Is zegt, nee, Rotterdam is er ook een Moskee. Ja, oh, prima, ja, is goed. joh. had het eerder gezegd. Oké, okay. denk van oké. Okay. Uiteindelijk ging die bedrijf failliet, maar toen had ik mezelf beloofd van joh, is het zo makkelijk? Pff. Ja, het volgende, de, ja. daarna, dus toen ik bij de nieuwe werkgever uh, ging aankloppen, alles was in kannen en kruiken. En toen zei hij van oké, de is... wanneer kom je mijn contract ondertekenen? En ik dacht: van, oeh, ik was vergeten om over hmm. het gebed te hebben. Dus ik durfde niet eens te bellen. Ik stuurde een mail: trouwens, gebed, uh, dit en dat, heb je misschien een plek? Die belt weer terug. Die zegt van ja, oké, okay, maar waarom heb je het dan eerder aangegeven? Ik zeg: ja, jullie gingen zo snel met, uh, uh, yeah. verder met het contractvoorstel. Want dat wilde ik gewoon aan het eind, wilde ik dat gewoon even aankaarten van. Yo, ik ben moslim en ik uh, wil een uh, gebedsplek. Uh, en het gaat alleen maar 10 minuten duren. Hebben ze akkoord voorgegeven, waardoor ik kon bidden. Dus op een gegeven moment creëer je mentaliteit. Hmm. gebed eerst. en de rest zien we allemaal wel. En nogmaals, ik probeer echt niet stoer. als een heilige overgekomen. Ik heb zeker weten mijn struggles gehad. maar ik denk dat als wij wat meer pit tonen daarin. dat het uh, allemaal goed komt. Maar ja, nu heb je het punt gaan andere mensen naar je kijken? En daarom is het ook zo dat islam onderwerping is. Je onderwerpt je aan de schepper, no matter what people say. Dus als wij ons gaan schamen voor het gebed, waarom hebben we ons niet geschaamd toen wij bijvoorbeeld verkeerde dingen deden, waar het publiek blij mee was, waar jouw schepper niet blij mee is? Yeah. Dus dat is omdat het publiek, het is tastbaar. Die ziet Klop. jou, die beoordeelt jou. Het is jouw sociale omgeving. Ja, dus de schepper, met alle respect, kun je niet tastbaar zien. Hij bestaat 100%, anders zou dit niet bestaan. Mm -hmm. Maar het is nog steeds te ver van je show. Ja. Daarom moet je juist die 100% overtuiging hebben dat er een Agira is. Ja. Maar dat, zie je, dat, dat gevoel wordt versterkt naarmate iedereen ouder wordt pas. Maakt niet uit. Maar alhamdulillah dat het er is. Want ja, sommigen die... Precies. Snap je? Ja. ja. En dat, dat zag je eigenlijk maar bij die vorige generatie. En nou. dat zie je dan ook wel weer terug. Dat heel veel uh, waar we het vorige keer ook over hadden dat was allemaal al die trackers die ik had naar ja. Om het, podcast. Ja, ja. Uh, dat weet je wel, mensen toch nog die, die link houden weer waar, waar je mee zei, los ja. van park staan, maar gewoon met een geloof. Ja. Uh, ik ben alleen dan zeg maar iets dieper zeker in. Ik wil die scheiding zien, voelen, weet je wel. Ja. Van wat, wat is nou cultureel? Ja. Ik bedoel, met z'n allen buiten gaan eten, weet je wel, chai drinken, uh, ijs eten, weet je wel, op straat ergens. Is dat cultureel? Ja, het is een islamitisch land, weet je. Kan je staan met je oom en tante, weet je wel. Iemand heeft een half hmm. uh, dubarta op, weet je wel. Is het allemaal voldoende? Waarom is iedereen hier zo streng? Nou ja, vorige keer heb ik dingen ook al wat meer uitgelegd, weet je. Waar het vandaan komt. Dat is, dat is het een beetje heel tijd. Uh, waar je op zoek bent. Tenminste, ik dan, hè. En dat goed. Uh, ja. en Zo leer je steeds weer nieuwe invalshoeken. En uh, die leer je alleen maar als meer, weet je on, ja, online te vinden is, zeg maar. En, uh, Los van het ook heel van de mm. Nu kom je natuurlijk nergens. <laughs> binnen oh, Dus je kan ook weet je, moeilijk bij elkaar komen, zitten. Al ga je theoretisch, theoretisch kletsen met elkaar. Ja. Los van uh, het moet zo of uh, het gesprek moet mm. daar naartoe leiden. Ik wil gewoon weten, weet je wel, uh, wat gebeurt er dan? Of wat is er voor geschreven voor dit? Los van hoe jij het oppakt. Het, ja. Jij maakt het zelf toepasbaar. Ja. Uh, niet het. Dat is het goede woord. Ja. Intenties, intentie, zeg maar. Ja. Je moet intenties hebben met alles. Als we naar huis gaan straks ook, heb ik ook intentie om thuis te komen. Nou, ja. Je moet een pak melk halen, weet ik veel wat, eh, noem Klopt. maar op. Je, in alles heb je een intentie om uh, zo goed Klopt. mogelijk te doen. Juist. Ja. En uh, dat kan je doen als je breder laat informeren. Maar als de informatie heel smal is, ja, dan blijf je hangen daarin. En dat is ons probleem. En dat is ja. echt onze uitdaging. Want ja. als jij bijvoorbeeld met de vraag gaat komen van luisteren, bijvoorbeeld over het gebed, kan ik het... Uh, op, uh, ja, gewoon, gewoon op verzamelen, opsparen en dan in de avond bidden, zul je verschillende meningen horen oh. en iedereen uh, predikt gewoon de waarheid. En dan uh, zegt de waarheid uh, te, uh, te prediken en uh, ze pretenderen dat. Ja, dat, uh, dan is dat gewoon heel lastig. Maar het ook, lastig. Uh, durven uh, ontwikkelen, weet je wel. Ja. Je, uh, je, je hebt hier in het land ook niet echt een... Uh, uh, ik haat het eigenlijk. Sorry voor het woord, nee. uh, politieke islamitische partijen. Ja. Want dat, heb, dat heeft een bepaalde invalshoek: Turks, Marokkaans, Inderstaans, ja. Surinaams, sorry, nee. uh, Pakistaans, uh, Somalisch, uh, Afghaans, uh, Weet je wel, dus het heeft altijd een cultureel trekje. Het heeft niks met islam te maken, ja. want het wordt altijd een cultureel ja. politieke partij. Klopt. Nu ook heb je uh, Denk, uh, die niet Als ik die samenstelling zie, niemand vertegenwoordigt mij daarin. Ja. Ik ben nog niet gevraagd. Mm. Ik, uh, ik, ik ze kunnen bij CBS om alle gekleurde namen een beetje uithalen. Uh, maar niemand het is een bepaalde groep weer mensen weer. Mm. En die vertegenwoordigt mij niet. Want de, de Turken hebben ook een bepaalde uh, invalshoeken: twee, drie uh, mm. stromingen. Marokkanen hebben twee hele grote stromingen. Weet je wel, uh, de Arabische kant en de. Ik ben even die andere even kwijt. Mm -hmm. uh, dus, dus weet je, er zit geen vertegenwoordiging ja. in. Dan moet je niet een Pakistaanse politiek partij beginnen, want dan heb je al vijf verschillende stromingen. <laughs> dus ik ben eigenlijk tegen islamitische politieke partijen. Want mm. het heeft helemaal geen zin om een politiek verhaal van te maken. Ja. Je moet een beetje een cultureel centrum hebben, weet je, waar gewoon iedereen terecht kan. Ja. Los van jou, en mij, uh, blank, geel, zwart, paars, maakt niet uit. Het moet ja. toegankelijk blijven. En nu ga je uh, iets creëren waar je je eigenlijk weer apart maakt van de rest. Goed ik neem. had bij Siemens vroeger zelf kunnen vragen. Uh, niet ook ik fanatieke uh, bidder ben, weet je, geweest. Dan. Mm. Of bij Nationaal Nederland, bij KPN, noem maar op. Had ik ook kunnen vragen. Maar ja. ik denk, dit is mijn uh, geloof, religie. Mm. Gaat bij mij mee naar huis weer, na vijf, half, zes. Nee, en ik, ja, weet de, je wel, dat. Privé, ja. ja, privé. Uh, uh, maar dat kon weer. Als, als mijn generatie wat groter was geweest, had ik misschien ook eerder gezegd nou, ik wil eigenlijk toch wel dat of dat. Met IED bijvoorbeeld, uh, vrijnemen in je eigen tijd, weet je wel. Uh, ook moeilijk, dat is een dag van tevoren soms. Je ja. ben er morgen niet. Ja. Uh, noem maar op, weet je. Dat oh, ook... ik kom toch. <laughs> ja. ja, maar jullie, jullie hebben toch al gisteren gevierd? Nee, dat zijn Turken. Oh ja. nee, Marokkanen. Nee, die zitten om zes uur al binnen. Dus allemaal verschillen, weet je wel. Ja, dus een politieke partij kan nooit jouw mijn stem dragen. Wij drie is het hier ook. Er zit nog een derde man hier. Ja. Weet je wel, met z'n drieën. ja toch we Ook wel ergens een, misschien een meningsverschil in, weet je kan We kunnen een meningsverschil hebben over iets. En dat betekent niet dat we daardoor nu met z'n drietjes boos weglopen. Nee, nee, maar weet je wat het grootste probleem is? Zijn er twee dingen. Uh, wij zijn niet uh, politiek verenigd. Nou. Dus wat ik daarmee wil zeggen is uh, dat er uh, niet vanuit staatsniveau wordt nee, aangegeven hoe we vanuit de islam ja. moeten leven. En wij hebben het leven van de profeet Mohammed sallallahu uh, alayhi. Hebben misschien niet goed genoeg bestudeerd om tot bepaalde conclusies te komen. Mm. Dus daarom, wat doen wij? En dit is het perfecte voorbeeld, denk ik. Mm. Dat wij allemaal aan het vissen en het zoeken zijn van wat mag wel, wat mag niet. Want je hebt geleerd in elke huis, uh, elke straat, uh, je hebt gewoon duizenden stromingen op een gegeven moment. En dan kom je gewoon in een weerwar. Mm. Dan kom je, ga je met vragen komen. Sommigen ontwijken de vragen. Die denken, joh, ik uh, leef gewoon en zie wel. Ik doe mijn gebeden. Ik zorg voor mijn vrouw, mijn kinderen. En voor de rest wil ik niet weten. Mm. Maar daarom, de, de echte functie van islam is dat het een, uh, een, de islamitische manier van leven, dat het een totaaloplossing geeft voor alles. Mm -hmm. En sommige meningen zijn acceptabel. Of meningsverschillen binnen islam heel veel punten zijn er gewoon meningsverschillen, maar zijn gewoon acceptabel. Dus we kunnen niet soms 100% spreken van dat is 100% correct of 100% nee. fout. Maar er zijn ook heel veel fundamentele aspecten, zoals bijvoorbeeld het gebed. Moet je het doen vijf keer per dag. Het vasten in de Ramadan. No discussion. Zakat. No discussion. Mm. Hajj als jij capabel bent uh, fysiek en finan financieel capabel bent om het te doen. No discussion. Maar voor de rest zijn er heel veel dingen die in feite vrijgelaten zijn, zolang je kunt beroepen op bepaalde hmm. teksten. Het probleem wat wij krijgen, en dat is precies wat je ook aangeeft, je dus slaat de spijker op zijn kop, is van oké, okay, ik word hier en daar niet geholpen, gelukkig is er nu een nieuwe vertaling, ik kan hier en daar vragen online en hier moet ik het uh, nu helaas uh, mee doen, maar dat betekent dat je wel je volledige capaciteit benut om achterware antwoord. Per situatie te komen mm. en dat is een groot goed dat dat niet is gestorven en geloof mij nou maar dat het mm. een groot goed is want er zijn mensen die zijn gewoon helemaal verdwaald die hebben die feeling niet meer van ja ik wil nu echt weten wat de waarheid is het punt is enkel als je een kwestie hebt kan er, uh, uh, laten we zeggen kwestie <laughs> bedenk eentje uh, even <laughs> kijken omgang tussen man en vrouw mm. oké okay dan als je gaat zoeken op internet, ga je verschillende antwoorden tegenkomen. Maar uiteindelijk lijkt het van, ja, nu moet ik maar een keuze gaan maken. En niet iedereen gaat voor de keuze van, oké, okay, deze argumentatie is het sterkst, want de argumentatie kun je zelf niet wegen, omdat mm -hmm. je één, misschien de taal, Arabische taal, niet machtig bent, en je kent alle componenten eromheen, ken je niet, oké. Okay. Bijvoorbeeld met Koran, als je een A gaat lezen en je gaat enkel de vertaling lezen, en je gaat daarop baseren, maar hmm. dat is onze capaciteit helaas. Maar weten wij dat sommige uh, ayat of uh, uh, versen zijn geabrogeerd? Van oké, okay, er is hmm. een andere ayat daarvoor in plaats gekomen. Oké, okay, wat is de context van deze ayat? daar reis. zijn ook 27 verschillende uitleggen over. Hmm. Maar jij wilt weten van oké, okay, welke handeling moet ik gaan verrichten? Sommige versen zijn eenduidig, hmm. geen discussie over. Andere zijn multi-interpretabel. Um, dan heb je nog oké okay, uh, heb je de overleveringen want niet alles staat mm -hmm. expliciet in de Koran vermeld dat betekent niet dat de Koran beperkt is want de, want de Koran die verwijst naar het mm -hmm. levenswijze van de Profeet sallallahu oké okay, nu dan gaan we naar de overleveringen als wij gewoon een overlevering zien waar we het net over hadden over oké okay, mag ik wel of niet staan drinken dan mm -hmm. heb je twee verschillende overleveringen Eén, dat de profeet vreed zijn met hem uh, er veel op tegen was. En twee is dat de, de schoonzoon van de profeet vreed zijn met hem... ...en neefje Ali radhiallahu anhu, mocht tevreden zijn uh, met hem... Uh, dat, hij heeft gezegd, dat hij staand ging drinken. Hij zegt, ja, maar ik heb de profeet... heb ik zelf staan zien drinken. We gingen mm -hmm. lopend uh, gingen we gewoon uh, drinken. En, dus jullie hoeven maar niet raar aan te kijken. Nou, hoe ga je deze twee overleveringen... die qua vertaling totaal tegenover elkaar zijn... hoe ga je dat wegen? En dan ga je erachter komen... er zit daar geen contradictie mm -hmm. in. Want deze overlevering heeft deze status. Is zussen zo overgeleverd? Moet je het zussen zo gaan begrijpen? Dan gaan ze de woorden daarvan ontwortelen. En ga zo maar door. Dus de islamitische kennis over hoe je tekst moet gaan begrijpen is al zo groot en complex. Maar het is een voordeel omdat het niet zo 1, 2, 3 zo simpel is. Ja. Waardoor wij niet zo snel in een discussie moeten gaan van ja, maar de, sorry hoor, ik heb deze overleving. Ja, maar ik heb deze overleving. Ja, ik hou me daar aan vast. Ja, en ja. dat wordt lastig. En daarom zijn wij veelal genoodzaakt tot uh, geleerden die ons daarin kunnen helpen. Het probleem wat er ontstaat is omdat de kennis in bepaalde zaken enkel gecentraliseerd is bij geleerden. Mm. Dat heeft te maken met het feit dat wij in een omgeving wonen waarin een islamitische manier van leven niet wordt gestimuleerd of gesponsord. Totaal niet, tot aan je voordeur. Exact. Ja. Dus uh, de secularisme heerst gewoon, scheiding van ja. uh, religie uh, met de staat. Maar als je bijvoorbeeld in een islamitische uh, politieke staat zou leven, die inshallah weer terug gaat komen, en dat ja. is precies waar de profeet vrede met hem naartoe ging werken, dan word je beschermd. Ja. Dus wij hebben dus die twee culturen gehad. Oké, okay, stel je voor, um, als je in een is islamitische staat zou wonen, nou, dan kon je sowieso niet aan alcohol komen. Moest je heel goed je best voor doen. Uh, gokken, al die andere mm. dingen, dan word je daar al in beperkt. Maar ben je bent je blij plod. met die beperking, ja, omdat ja, ja. je overtuigd bent nee. van de schepper. Precies. En daarom zijn wij een soort van slachtoffer mm. van de bicultural life. <laughs> en dat is gewoon zwaar. En. En je hebt het over de derde generatie die daarna komt uh, en je volgt TikTok. Ja, ik maak me daar wel zorgen over op de toekomstige generatie. Ik denk dat er wel een zware assimilatie mm. zou plaatsvinden, mits wij ons uh, niet gaan verenigen. Mm. En dat heeft niks te maken met het feit van, joh, wij zijn moslims en wij moeten niks of wij moeten niks van mm. jullie van het westen hebben. Ik zeg, nee, jullie hebben een denkwijze. Wij hebben onze denkwijze. Dit is hoe wij graag willen leven. Dit is hoe jullie graag willen leven. Denk je niet dat het meer gewoon uh, dat voordeurverhaal gaat worden? Dat iedereen zich een beetje uh, wil beschermen, zichzelf buiten. Op een gegeven moment wel, nou. en daar heb je ook 100% gelijk mm. in. Uh, better yet, dat wordt ook aangegeven in de overleveringen. Mm. Op een gegeven moment uh, moet je het zien. Uh, het is alsof je een hete koel gaat vasthouden. Mm. En nu Alhamdulillah, oké, okay, de moskeeën zijn uh, wel gesloten, maar. Uh, als de coronamaatregelen voorbij zijn, is er nog steeds uh, okay. wel islam, zijn er moskeeën, uh, zeggen we nog steeds mm. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maar dat zal telkens zal het zwaarder worden. En wat is dan onze taak als individu en voor de gemeenschap? Is blijven. Wij willen niet tot die verliezers horen. Nee. Als ik soms moet gaan lezen dat er een tijd zal komen. dat een jong iemand zal zeggen: van ja, ik hoorde ooit mijn opa zulke woorden mompelen. van Laila, la, zoiets. Hmm. Ja, nu is het ondenkbaar toch? Nee. Gaat de slechte kant op. I'm with you. Maar het is ondenkbaar. Hmm. Maar dat zal ook nog uh, uh, komen. En daarin moeten wij niet, uh, zeg ik altijd, van moeten we niet gedemotiveerd mm, door raken. Ja. Want dit is nu ons moment, onze kans, uh, onze kans. Wij moeten uh, onze verplichtingen nakomen. Wij moeten aan de gemeenschap geven. En daarna moeten wij ons weer gaan verantwoorden. Ik denk dat je het ook weet je, educatiever leuker kunt maken. Niet uh, ja. zeg maar uh, dikke -dik level, weet je wel. Misschien voor die groep jeugd, zeg maar. Ja. Maar echt voor de groep van 15 tot 21, 24, weet Fact. je wel die groep. Tot dat je gewoon, je hoeft geen TikTok-filmpjes te maken of weet ik wat. Misschien ja. QA's, weet je op die manier. Maar uh, je kan het toegankelijk maken. En niet met heel veel zware onderwerpen, uh, noem maar op. Gewoon praktische dingen. Waar loop je tegenaan, weet je wel. En uh, dat kan je op een leuke manier allemaal brengen met de waarheid of een waarheid, of de vertaling van de waarheid, of de invulling, weet je wel. Eens? Of de mogelijke uh, bandbreedte van een tekst, zeg ja. maar. En niet van, ja, moed. Ja, wat is moed? En hoe meer je moed, moed doet, zeg maar, ja. hoe meer afstand uh, uh, ontstaat. Eens. Vooral in het begin. Ja, Gewoon begin, weet je, want je hoort eigenlijk niet wat je wil horen. Want ik, denk, ja, dat beperkt me buiten als ik op straat ben, of ja, op wat voor ja. uh, Of of een school ja, school. Is natuurlijk ook weer de, <laughs> via uh, digitaal nu, maar ja. in een normale situatie, zeg maar, uh, beperkt jongens. En uh, ik ja, zou ja. zeggen, kom met creatieve ideeën en dan gaan we ja. samen wat aan doen. Q ja, ik, ja, <laughs> ik ben wat dat betreft, ben ik heel simpel als ik een goed idee hoor, dan ga ik ervan. <laughs> We gaan we niet terugtrekken? We, nee, hebben, toch? We, 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 we hebben genoeg tijd om dingen te doen. Ja, nee, maar er dus, zijn zoveel. Ja, maar je hebt gelijk. Ja, jongen, ja. Om, uh, zeker. En daar wil ik heel graag creatief te in maken, zijn. Alles. Zeker. zeker. Ja. En proberen gewoon wat meer mensen ook erbij te betrekken. Maar het idee, ja, dat kunnen we zeker een keer uitwerken. Vind ik helemaal geen probleem. In het ja. Ja. Ik stelde in een vorige gesprek net ook van: uh, je hebt heel veel instanties in Den Haag. Van, ja, ja uh, Den Haag zitten we. Uh, ja. Weet je, voor uh, elke gemeenschap zeg maar. Maar voor, ja. voor de Pakistanis het niet. Dus je moet een subsidie hebben om iets te kunnen doen. Kantoorpand huren, expertise inkopen, noem maar op. Maar die groep is te klein. Dus je hebt geen vertegenwoordiging binnen de, de gemeente Den Haag. Ja. Dus dan moet je zelf wat dingen gaan bedenken. Ja, nu kan je heel veel online. Ja. En uh, je hoeft niet over oude onderwerpen uit de jaren 80, 9, Dat is allemaal niet relevant. Want het gaat om nu. Ja. En dan komen er 5 tot 10 jaar, 15 jaar. Zeg maar, voor die groep. Weet ja. je wel, 14, 15 tot uh, 20, 22, 23, 25 ja. misschien. Oké, okay, weet je waar? waar zit je tegenaan? Loop je aan? Wil je, weet je een, een persoonlijk gesprek? Uh, gewoon vertrouwelijk, weet je wel. Want wie heeft nou een vertrouwelijk gesprek tegenwoordig? Heel moeilijk en het is, want, en het is omdat je onder een kleine gemeenschap is, is het dan wat dichtbij. Ja. weet je wel. Je kan niet moeilijk in het donkere hokken gaan zitten en je stem gaan vervormen. Van ja, ja. Ik, ik zit met een probleem. Ik moet iemand ontmoeten of ik wil dit of dat of ik heb dit gedaan. Ja, je moet toch We zo. hebben. Daar in, als Pakistan... Ja, hebben daar geen centrale punt in. En uh, ik denk dat het ook deels te maken heeft met het feit uh, dat wij ook misschien een, een wantrouwend karakter hebben, nog steeds. Ja, ja waarschijnlijk. Ja, je had het voorkomen over Engeland en zo, weet je wel. Die groep is veel groter daar. Dus ja. weet je, je, kan om elk hoekje heb je een restaurant. Ja. Of elke vierde winkel is een restaurant daar. Ja. Of een kledingzaak, een van de twee. En uh, uh, de groep is groot, dus wel veel toegankelijker. En dan kan je makkelijker je eigen mensen vinden, weet je wel. Waar je dan. Misschien of de record wel een keer gesprek. gesprek kan voeren, maar voor de rest over de uh, religie of andere dingen waar kan je terecht, joh? Nergens klopt, maar ja, wij categoriseren ook heel snel, dus ja. als, uh, eigenlijk stel je voor, we zouden elkaar voor het eerst kennen, uh, of in ieder geval, we kennen elkaar nou, we leren elkaar kennen als uh, Pakistanen bij een Pakistanse, uh, weet ik veel, society hmm. of whatever. Een uh, event is gaande, we moeten eerst weten van oké, okay, uh, ja. Lahori of dit en dat. Okay. <laughs> Kashmiri. Kashmiri. Okay. Al die labels. Kashmiri. Op zich niet zo erg, nee. maar als het is om met elkaar raakvlakken te zoeken, prima. Hmm. Maar als het enkel is om te categoriseren, ja, dan weet je, kun je wel een centrale punt hebben. Maar die persoon moet dan echt alle stammen bevatten. Ja. En ook met alle stromingen van islam mee eens zijn. Dat is, dat is gewoon uh, nadan. Dus het is zeker belangrijk dat ook binnen de Pakistaanse gemeenschap een instituut is die er ook is om de Pakistanse jongeren bijvoorbeeld uh, een bepaalde dingen wegwijs te maken, want wij als gemeenschap, net zoals de Turkse en Marokkaanse gemeenschap, hebben ook heel veel problemen, zeker weten ja. ook heel veel uitdagingen. En laat onze heritage ervoor zorgen dat we juist met elkaar kunnen connecten in plaats van disconnecten. In plaats van rondjes rijden met muziek aan, ja. kan altijd wel heel gezellig, weet ja. je, gewoon uh, eten ergens hangen. Ja. Daar wordt misschien ook weet je, met tussen twee, drie mensen een gesprekje gevoerd. Weet je wel. Uh, gelukkig zie je ook mij heel veel met rijwijzen ja. en de deur uit. Uh, maar ik denk dat, je veel meer, uh, dat er veel meer leeft bij hun heel veel. Dan hoeven dingen niet op te lossen zijn. Oh. Of maar in ieder van luisterend Oor. En niet van gelijk, ja, je moet het zo doen of dit. Nee, nee. Luister er door. Dan Just, dat that. Just that. Geloof ja. me. ja Daar ben ik ook helemaal gelijk in. Alleen uh, moet er daar ook een, een cultuur voor zijn. Moet daar ook het weg voor worden geplaveid ja. En ik denk dat we daar uh, nog niet bij zijn. Dat betekent niet dat ik negatief per se ben. Nee. Of wil gaan demotiveren. of wil gaan Het is doemdenken. moeilijk om uh, mensen er uh, los van te halen. Ja, weet je, de volgende hoor. keer... Stel de... eens aan mijn oom, of uh, weet ik wat. <laughs> ik weet nog dat uh, een keer iemand overleed. En we waren in een moskee. En uh, toen hadden een aantal Pakistanse jongeren gezegd: van jong, wij moeten eenheid vormen, we moeten één zijn. Kijk wat er allemaal gebeurt: de ouderen overlijden en we mm. moeten wat uh, voor, uh, voor onze kinderen gaan betekenen, zowel op islamitisch aspect. Dus op een gegeven moment kwam er heel snel een, uh, een stemronde. En zeiden uh, van ja, weet je, jij moet leiden, want jij bent hafid, weet je, en uh, jij wordt wel gerespecteerd binnen de gemeenschap. Dus we gingen een bepaalde persoon aanwijzen, van doe jij dat en dan gaan wij jou allemaal eromheen helpen. Hij zei, merk mm. je, ja, Jutian kan niet aan Ik denk, ben er een gezicht van. Ja, uh... precies. Hij ja, denkt ik dat ik uh, klappen wil ontvangen, ja. dat ik gewoon met slippers uh, uh, wil worden geslagen. En dat begrijp ik deels ook. Maar ja, als je de, de rol van een imam of een vooraanstaande persoon mm -hmm. of een autoriteit nee, uh, wilt gaan zijn, ja, zulke dingen, it comes with the territory. Mm -hmm. Dus jij zult BS krijgen, je zult hoofdpijn krijgen. Maar ja, elke persoon die of met iets revolutionairs is gekomen. of uh, tegen de dominante mm -hmm. opinie of opvatting is opgegaan. ja, dat is de prijs die je voor betaalt. Iemand moet uh, zeg maar uh, dat. Uh, de, de ja, ban gaan breken. Ja, precies. Dat was met Ideb, yeah, je no. lezing daarvoor altijd. Ik, uh, hm. ga, ik zit hier ook eerlijk alles te vertellen. Ik denk, wat doe ik daar altijd? Ja. Ik krijg niet mee waar het over gaat. Ik, ik, ik spreek de taal, hè, Dus ja. dat is het niet dat ik niet begrijp. Ik ja. denk, waar hebben we het over hier? Ja. Weet je wel? Ja. Nou, dan komt die binnen, dan komt die binnen, dan komen nog mensen te laat. Vind ik helemaal mooi. Ja. <laughs> je voelt dat mensen te laat komen. Ja. Ja. Maar ik denk, weet je, uh, 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 generatiekloofgesprek uh, gesprek of lezing is het, weet je wel? Niet dat het, ik doe niet negatief uh, of uh, hoe zeg je dat? Uh, het boeit me niet, maar het slaat niet aan. Het connect niet mee. Nee, klopt. Met het verhaal, nee. weet je wel. Uh, hij heeft zijn best gedaan. Onze imam, zeg maar, uh, hij is al aan het kletsen, weet je, over alles en wat. Ik denk ja. En dan zit, zitten mensen te luisteren, ouderen, weet je, de jongies, en de jonkies, en lopen een paar mensen Ja, te omdat spelen. er wantrouwen is. Ze vertrouwen niet uh, dat de jonge mensen uh, stoel overnemen. En als ze mm. zeggen van oh, oké, okay, hey, deze jongen daar, uh, hij kan echt met uh, de jongeren gaan praten, en hij is van Pakistanse kom af. Waarom gaan we niet met hem proberen? Ja, nee, goed, leuk en aardig, maar die heeft die achtergrond, of die mm. denkt op deze manier. Dus iedereen wil zijn eigen islamitische bubbel gaan beschermen yep. en denken van, joh, zolang het goed gaat, gaat het goed. Dus wil je echt een bepaalde omslag gaan maken, dan moeten wij echt als jongeren gaan zeggen uh, van oké, okay, tot hier en niet verder. Wij willen ook een moskee. We willen ook dat er wordt geëduceerd uh, vanuit Nederlandse taal. Mm -hmm. uh, maar dat de persoon wel de. Pakistaanse link en symbolen hebben zodat we ons daarbij prettig voelen. Want daar is niks mis mee. Dus ik bedoel het niet nationalistisch. Nee, je moet het helemaal zo laag mogelijk maken. Exact. Dan kan je het beste doen bij je eigen mensen vaak. Klopt, juist. Exact. Ja. En... en je praat toch Nederlands. Dus dan is het ook toegankelijk blijven toegankelijk voor iedereen. Maar ja, anno 2021, we zijn nu bijna 50 jaar verder. In ieder geval, onze ouders die waren begin jaren 70 gekomen. En het is ja. Het is niet van terecht gekomen, omdat je hebt gewoon ook verschillende islamitische stromingen. Ja, die, is die, Soefie, Soefie, die is die is Sufi, die is Salafi, of die is Chisti en die is Fulani Fulani, dan, dan heb je dat allemaal. En don't get me wrong, hmm. ik ben misschien ook onderdeel van het uh, uh, probleem daarin. Maar het enige wat ik wel wil gaan aangeven, waarin wij als moslims, uh, van Pakistanse komaf, wel eensgezindheid gezindheid in dienen te mm. hebben, is dat wij twee dingen aan onze jongeren veel al moeten meegeven. Dat is één over bewijs van de schepper, want wij stappen meteen over, oké, okay, nee, de schepper zegt dit, de schepper zegt dat, nee, mm. nee, I want to go back. Yeah. De schepper, dat die fundament ligt. En tweede punt, dat zijn de twee grootste problemen, vind ik. De tweede punt is dat we ons echt moeten gaan focussen van... oké, okay, wat vraagt islam precies van ons? Ja. Maar hoe, hoe moet ik dit zien? Moet ik het zien als een religie, als een ideologie? Wat is het? En als... Onze ideeën of concepten worden geattakeerd hmm. door het westen van hé, maar jullie praten over vrouwenbesnijdenis, of dit, of dit zijn sharia huwelijken, of dit dan dat moet je goed kunnen verweren als moslim zijnde. Hmm. En niet meegaan. Oh nee, hoofddoek is niet verplicht. Maar zolang je bescheiden doet, dat is oké, okay. snap je? Dus zo ga je islam verwateren omdat de fundament niet sterk is. Hmm. Nee, je moet uh, eerst, ja, dus dat is die ontdekkingsreizen die je ontbreekt. Of ik, de, ja. de puzzelstukjes, weet je, die ja. je niet duidelijk maken. Maar dat is ook logisch als je 15, 16, 18 bent. Maar daarvoor moet het juist, het zal een mooi programma zijn, denk ik, om um, uh, uh, klassicaal of online, uh, noem maar op. Ja. Uh, gewoon basisdingen meegeven. Basis, ja. En de items, zeg maar, dingen die lopen of kunnen lopen, zeg maar, uh, als je in het Westen leeft. Juist, ja. En daarin hebben en we. Niet in Indonesië, Pakistan, uh, Ghana. Uh, Saudi-Arabië. Nee, klopt. Nee, die moet is de basis best, van islam. Ja. Dus. Nee, ik zal u ook wat links meegeven hmm. van uh, en daar moet je echt achter staan in geloven, want dat is de ja. waarheid. <laughs> Ik, ik ben ook onderdeel van het probleem. Je je <laughs> nee. nee, maar bijvoorbeeld, uh, er is een Facebookpagina, de boodschap van islam, waarin zulke aspecten wel worden getackeld. Mm -hmm. En ik ben zelf ook onderdeel uh, van een andere podcast, de Oema uh, podcast, welke gisteren uh, de eerste aflevering van is geweest. Dus ik dacht aan zal ik zelf de trui trekken als mm -hmm. gisteren? En nee, ik ga wat anders aantrekken. <laughs> ja, anders ga ik denken van oké, okay, je hebt <laughs> net die podcast gedaan en uh, dezelfde dag ben uh, je met uh, Salman bezig. Uh, dus dus daarin worden deze punten wel belicht. Mm. Maar het is nu voor mij nog meer inspiratie om dit uh, verder op te pakken. Maar om er echt een, een Pakistanse tint aan te geven, dat zal wat lastiger zijn. Dat zou ik ook heel graag willen. Maar niet vanuit deze kanalen. Maar dat ja. het is gewoon puur voor alle jongeren, alle moslims. Dus nogmaals een oproep: als de Pakistanse jongeren eenheid willen. dan sta ik er in ieder geval voor mm. open. om deze twee punten, dus het bestaan van een schepper. en de echte functie van islam blijven uitleggen. Want als deze twee punten gewoon sterk zijn, dan kun je van daaruit verder werken. Als jij op een andere manier gaat bidden, prima, so be it. Mm -hmm. Islam uh, uh, geeft daar de ruimte toe. Uh, de verschillen zijn daarin duidelijk. Maar deze twee punten kunnen wij geen meningsverschil over hebben. En dan denk ik, sla je al een hele grote slag. Want je gaat focussen op de denkwijze van mm -hmm. een moslim. En als je een bepaalde denkwijze hebt ontwikkeld vanuit islam, welke gewoon puur is... Ja, dan ga je gang maar. Wil je op die manier bidden? Wil je zo gaan denken? Maar je fundament ligt mm -hmm. al. Het is dus net zoals met een, uh, uh, met een opleiding. Als jij al in je hoofd hebt: oké, okay, is goed. jou hey, forever, ik ga dat doen. Over vier jaar moet ik klaar zijn. Oké, okay. de vakken zijn duidelijk. Die moet je gewoon gaan volgen. Ja. Maar hoe jij leert. Hoe jij tijd spendeert. Sommigen gaan misschien een paar uur van tevoren leren. Anderen zijn al vanaf dag één uh, bezig wanneer ze lessen krijgen. Prima, zolang de resultaat gewoon wordt behaald. Mm. Maar je hebt die vastberadenheid, ik ga het doen. Ja, je mindset ook. En dat is een mindset. Een mindset moet je gewoon positief creëren, dan blijft ja. het ook langer hangen. Ja. Weet je wel? In plaats van verplichting, dwang ja. uh, of gelijk het negatief. Ja, je mag dit niet, want dan gebeurt dit. Ja, klopt. Nee, liefde is heel erg belangrijk. En het frappante is zelfs dat de islam geeft ook aan... dus de neef van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... geeft ook aan hoe je met kinderen dient om te gaan. Dus de eerste zeven jaar moet je investeren... door veel liefde te geven, zodat de band wordt versterkt. De tweede zeven jaar, dus van zeven tot met veertien dien jij gewoon de maatstaf van islam uit te leggen. Wat mag wel en wat mag niet. Maar het fundament van liefde is al gecreëerd. Zodat er nu acceptatie mm. is. Er is nu autoriteit. Zo <laughs> ver is de islamitische psychologie toen de tijd al ontwikkeld. Ja. En de laatste zeven, dus veertien tot en met 21, dan dien je als een vriend met degene om te gaan. Mm -hmm. En bij ons zijn al die fases uh, door elkaar gegaan. Of het niet eens geweest. En we zoeken nog steeds soms liefde, de maatstaf en vriendschap. Mm, ja. Je had dat net over. Ik dacht aan een keer aan een uh, uitzending van uh, Marokkaanse ouders. die me, uh, uh, met hun kinderen naar school gaan. voor de. Uh, hoe heet dat? Uh, met leraar gesprekken en zo. Oké. Okay. Maar die zijn weer gewend vanuit uh, waardig gewend, zeg maar. bij opvoeding tot het op school heel veel gebeurde. Weet je wel. Uh, 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 educatie uh. over islam. Uh, aardrijkskunde, weet ik wat. Weet je wat iedereen geeft. Uh, tot het daarmee gebeurde. Alleen die, uh, dat, dat gebeurt dus niet hier. Het nee, is gewoon een leraar die, die, die vertaalt iets over, en jij pakt het op, schrijft het over, en je gaat naar huis, je maakt je huiswerk, je mailt je morgen weer. En daar krijg je nou, hoeken niet, maar hè, je wordt je gecorrigeerd hier en daar, je krijgt altijd uh, uh, islamitische dingen mee. Uh, lessen of uh, begin of in de middag noem maar op. Dat Heb je natuurlijk hier niet. Ja. Dus uh, wat die ouders zeiden, ja, dat moeten ze op school leren, weet je wel? Of op school moet die leraar corrigeren. Nee, zo werken we niet in Nederland. Dat is jouw onderdeel. Ze willen het zo graag outsourcen. Hè? Ja, ja, problemen. Aan ja. de ene kant dacht ik, ja, je, je verlegt het probleem, ja. maar dat kan ook niet, want hij is zo opgegroeid die beste man zeg maar ouders. Dus die zijn gewend ja. op school alles. Die vertrouwen het allemaal wel. Ja. Maar die komen dus achter bij zo'n gesprek. Dat een zoon of dochter of wat dan ook, weet je, allerlei andere dingen doet. Of het niks meekrijgt, uh, hmm. noem maar op. Ja, maar het is jouw taak toch? Nee, zo werken we niet in Nederland. Dus ook weer, weet je, misinformatie altijd. Ja. En uh, zo ja, groeit dat door. Ja. Krijg je krijgt geen aandacht. Uh, ontspoort. Of uh, Klopt. Moeten we moeten wat anders gaan doen. Omdat ze de diepe school niet af kan maken. Of moet van school af. Klopt. Maar die, die ouders leggen heel vaak het probleem bij de school. Klopt. Bij Klopt. docenten. Klopt. Terwijl, uh, uh, ik weet van, van vakanties en zo, weet je wel. Uh, dan gingen die neviseniers ook naar school, maar die kregen daar ook gewoon correcties uh, naast school noem maar op, ja thuis kregen dat te horen, dat nou, is nog zo'n je uh, oh, iemand, uh, de bijles gaf en zo, nou die gaf ook een correctie hier en daar, dus je werd altijd wel In één je kreeg natuurlijk altijd dingen mee, maar ja dan woon je natuurlijk in een islamitisch land, dus dan is alles of islamitisch of cultureels. Ja. E een grote berg is het. Ja. Hier kom je een beetje achter, zeg maar. Hey, wat is nou wat? Ja. En uh, daarom is was wel goed, weet je, dat het uh, iets in die richting, Q&A of wat anders, uh, elementaire dingen die hier, weet ja. je, wel, uh, waar ze tegenaan lopen, of we, ja, we, ja, we, ja, gewoon bespreekbaar is. Zeker dus het communicatie, zeg maar, en niet van de oplossingen dat komen vanzelf wel, want elk gezin heeft zijn eigen vorm uh, thuis, zeg maar. Ja. Dus dat kan je niet gaan beïnvloeden. Maar ik kan wel een handvat te geven. Klopt. En je bent niet de enige met een probleem, want we uh, zijn nog veertien anderen. Hoef je je namen niet te noemen, maar, nee, ja. maar weet het is je wel... herkenbaar. Ja. En, uh, en, en daar willen, moeten we ons gewoon voor inzetten. En uh, er zijn daar zeker wel podia voor, maar het, uh, ja, het inspireert mij wel om uh, in ieder geval de podia ja, die, die ik die dan binnen mijn buikers, handbereik ja. heb, om daar uh, meer gebruik van te maken. Heb jij. Uh, of heb je wel eens gehoord van mensen die gewoon uh, in twee culturen opgroeien, dat ze toch wel met, uh, daardoor echt met mentale uitdagingen komen te staan? Van joh, hoe moet ik verder met mijn leven? Wat is islam? En ja, hoe moet ik verder leven eigenlijk? Nee, ik maak zelf, zelf het grote probleem. Jij ja, bent het grote probleem. Nou, <laughs> ik, ben, ik ben het zelf. Ja. Nee, je, je, je moet wel zeg maar dingen laten als je ja. een bepaalde kant kiest, zeg maar. Ja. En, uh, en dan ook niet mijmeren over. Of uh, oh, klote man, had ik maar zo gedaan nee, of dat. Klopt. Uh, daarom zeg ik ook, weet je, 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 je uh, één leven dan maak je een keuze in. Je gaat linksaf of rechtsaf. Er gaan weinig mensen door ja. ik, ik, ik heb altijd een een, 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 een. een zijpad, neemt iedereen altijd ja. wel. En uh, gaande kom je erachter had ik maar dit gedaan of dat. Dat geldt ook voor werk of andere dingen. Dus ja. uh, uh, maar dat is het moeilijk hier op goeie. Ja, Welke kant wil je? Ik, ik, ben, ik ben aan beide, zeg maar, blootgesteld. Ja. Heb ik ook toegelaten. Dus dan leer je ook heel veel dingen, uh, positieve en negatieve. Mm. Allee, ja, sommige dingen die, uh, die botsen die met botsen. elkaar. Ja, één ding wat heel lastig is, als je dan overtuigd bent van dat, oké, okay, ik hoor volgens deze manier van mm -hmm. leven te leven, dus islam. En dan moet je eigenlijk leren bepaalde dingen los te laten waar je wel een bepaalde neiging misschien naartoe hebt of dat hebt later. gehad. Dat komt later altijd. Ja. Ja. En dan denk je van oké, okay, ik ben overtuigd dat dit niet mag. Mm Het -hmm. is niet gedaan vanuit uh, islam. Maar je hebt een attachment daarmee. Mm -hmm. En dan, dat zijn de momenten dat je wordt getest. Bijvoorbeeld, sommigen zeggen oké, okay, ik ga vijf keer per dag bidden, dit en dat, maar ik kan mijn vriendengroep kan ik niet loslaten. Mm -hmm. terwijl je vriendengroep gewoon alles doet wat God heeft verboden. Maar je hebt die connectie. En zulke momenten moet je dan heel sterk in je schoenen staan. En dan mm -hmm. moet je zeggen van, joh, dit is beter voor mij, omdat Allah het al zo heeft gewild. Dat betekent niet, laat je vrienden los of uh, verketten ze. Maar je weet gewoon, als ik in deze omgeving of society blijf, dan zal ik telkens in die haram dingen uh, vervallen. Dus wanneer je echt gaat leren onderwerpen, en dat is niet enkel het uitspreken van la ilaha illallah Muhammad maar ook echt daarna leven, ja, dan ga je tot struggles komen, omdat wij niet vanaf dag 1 op deze manier van islam is de waarheid. Dit zijn de mm. bewijzen, de schepper bestaat. Dit zijn de spelregels, blijven daarom vastklampen. Dit zijn de concepten, dit is de afterlife. Hoe moeten we kijken tegenover als wij, uh, uh, weet je, iemand verliezen of geld verliezen? Hoe moeten we onze emoties zijn? Zo zijn we niet vanaf dag 1 opgevoed. Dus we moeten heel veel corrigeren. Uh, onze ideeën gaan verfrissen, gewoon refreshen. En, en dat is gewoon zwaar. Mm -hmm. Maar ja, inshallah worden we uiteindelijk voor ja. die strijd en die struggle die we hebben ingezet, worden wij daarvoor beloond. Maar ja, het is wel leren loslaten. Heb ik ook moeten doen. Ja, ja dat, 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 dat is zeg maar de, de ontwikkeling die je maakt, zeg ja. maar. En uh, in, in je leven gaat ook gewoon verder. Je ja. gaat werken, je gaat op jezelf wonen. Nou, dat is ook iets uh, wat een, een black label uh, heeft binnen onze cultuur, slechts religie. Een van de twee, maar dat zie je bij iedereen, ja. zie je bij alle donkerharige mensen zeg maar. Ook zuid-Amerikanen hebben er last van. Ja. Uh, weet je, dat zijn allemaal dingen die je hier weer doet. Uh, je gaat studeren, je gaat huis uit, uh, je ontmoet iemand, weet je wel. Ja. Wat ga je dan doen? Ja. Uh, of het nou uh, uit je eigen soort is, ja, wat is ja. eigen soort, maar nou, je hebt al labels. Ja. <laughs> ja. Dus je uh, geen, je ontmoet een partner zeg maar, of een vriendinnetje, of wat dan ook een vriend. Ja. Hoe ga je daarmee om? Je gaat naar school. Je hebt, uh, uh, schoolavonden. Ja, nu is het allemaal met corona te maken, maar ja. in een normale situatie. Je gaat naar werk, Je komt weer andere mensen tegen. Misschien gelijksoortige tegen daar. Het ja. heeft allemaal invloed op je. Uh, hey, normaal ga je ook uh, uit eten met werk. Ja, het moet alleen maar naar Halal. Nou, dan kun je ook vis eten. Ik noem maar wat. Je, zou, ja. uh, je kan ook heel veel uh, druk opzetten op het hele verhaal, je kan ook gewoon meegaan in de stroming. Ja. En uh, heel veel dingen voor jezelf houden. Maar dat zo is het voor mij gegaan, omdat ook niet heel veel... Um, Mensen om je heen hebben, weet je, waar je aan op kan trekken, of weet ik veel wat, ja. of die uh, uh, invulling geven daarin. Los van je moet het zo doen, maar nee, he, je kan het ja, ook zo ja, en zo ja, doen, weet je. je, kunt je. Het oh, ja, op een bepaalde manier. manier ja, heen. precies. Je, dat soort dingen. Ja, 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 ja. Dus dan creëer je een er is eigen geen nieuwe centrale vraagbaak voor uh, de alledaagse kwesties waar de moslims uh, mee struggelen in Europa. Nee. Kijk, wat wat dan wat ik uh, jullie vorige keer ook hoorde hij ah, zei, pardon, ik heb weer je je moet meer met families omgaan, maar dan blijf je maar in je eigen sector. Mm -hmm. Ik ben juist daar tegen. dus veel meer dan in je eigen ja. kring. Ja. Maar als je in je eigen kring blijven leer je ook niks. Weet je, continu uh, weg met drie elke de week, om. hele week met elkaar om. Wat gaan we dan leren? Je hebt niks te vertellen aan mij, hij niks aan ons, Klopt. en ik en jou niks. Ja. Omdat we al continu ze drietjes zitten, dus elke weekends ben je bij elkaar. Ja, wie wordt daar beter van? goed punt. Goed punt. Ja, dus dan blijf je ja. de banden wel aanhouden of aansterken ja er komt geen lezing uit ja. er komt geen uh, uh, cultureel uitstapje uh, weet je noem maar op uh, zes weken naar Paaxen is goed voor de uh, heritage weet je wel, dat mm -hmm. soort dingen maar ja dat is alleen maar eten en uh, er is altijd een trouwerij minimaal drie eten ziek worden <laughs> weer eten om beter te worden ja weet je medicijnen zo. ja, uh, ja. Dan zit je aan de slappen, weet je ja. als je pech hebt zit je geweldig uh, drie dagen lang ja. Ja. <laughs> maar weet je het is een hele andere dat, dat, is, dat denken wij dan vaak of kijk maar me mee als cultuur, religie, allemaal losse dingen allemaal van elkaar. En dan hoef je niet heel zware labels te geven aan het religieuze gedeelte, maar dat moet toegankelijk houden. Ja. En doordat het juist zwaar mm, werd gedaan, ja. creëer je Groen, heel veel ja, afstand, wel. Ja. Kijk, ja. als een beetje mensen gaan uh, uh, leuke weg. dingen doen met elkaar, nou, moet je dat bestraffen, waarom? Hoezo? Weet je dat hoort er ook bij. Je moet ook een beetje fan hebben. Ja. Het is geen uh, uh, downen programma om uh, weet je, tot, tot je... nee, kijk, het is uh, kijk, er zijn bepaalde ruimtes die je wordt gegeven, daarom zeg ik goed, de mindset is heel belangrijk. Hmm. Bijvoorbeeld, als iets bijvoorbeeld verplicht is vanuit islam, maar het gaat tegen je automatische neiging in, ja, dan moet je keuze geven en dat is die opoffering, dat is die struggle. Ja. En waarom zeg ik dat? Omdat wij die struggles ook hebben gezien bij de profeet, vrede ze met hem hmm. en zijn metgezellen, de Sahaba. De sahaba die hebben ook een lifestyle gehad. Sommige van hun dronken, hmm. uh, sommige van hun deden gewoon van alles en nog wat. Nou, op een gegeven moment, wanneer ze achter de waarheid kwamen, hebben ze daarvan afstand genomen. Nou ben ik uh, tegen het feit van als je het licht ziet, hmm. en dat je daarna zoveel keert tegen jouw gemeenschap, ja. of zoveel keert, uh, je kunt heel veel keren tegen jouw individuele handelingen, maar probeer juist hun mee te helpen door te zeggen van joh, laten we op deze manier leven, Van het vorige leven, hoe wij leefden, is niet goed. En ja, en, en dat is een, een punt wat ik probeer te hameren van, we moeten echt kijken naar de struggles die de Sahaba hebben gehad en de Profeet met hem heeft gehad, omdat ze dingen hebben moeten loslaten. Mm. En bij ons, wanneer wij dichter bij de Schepper proberen te komen te weten wat Hij van ons wilt en, uh, en, uh, en verplicht heeft gesteld. Ja, dan moeten we ook leren loslaten. Ja, was het dus goed. die van... Ja. Ben ik met je eens, ja. maar dan nog steeds de kaders. Dus die vertrekpunt moet altijd mm. zijn, wat wil de schepper? En daar schrik ik mij. Want de beperking die mm. hij mij heeft opgelegd, is voor mij de ware vrijheid. En waarom is het voor mij de ware vrijheid? Omdat hij degene is die mij heeft geschapen. Hij mm. weet beter voor mij. Dus als we bijvoorbeeld zeggen, als ik bijvoorbeeld mijn begeerte gewoon een vrije loop zou geven, doen wat ik zou willen. Dat gaat in tegen de leiding die de schepper heeft gegeven. Mm. Dus zeker mogen wij van hebben. En, en zeker is er daar heel veel ruimte voor. Maar we hebben onze kaders. Ja, maar daar is het ook leuk, zeg maar, voor de nieuwe generatie. Ja. Weet je, we zijn niet allebei heel oud. We komen niet in een laten zie je. Mm. Maar je hebt nog een binding, zeg maar. Ja. En je eigen vaarding. Ja. En, uh, nou, ja, wat, je hebt meer bagage in het religieuze, zeg maar. In dat je daar nou eens uh, uh, ja, geen uh, tekstboek van kan maken, nee, maar in nee, ieder geval uh, op een bepaalde, frisse, correcte ja, manier. En, uh, tot, wel, tot je wel connected blijft, zeg maar. Zeker, zeker, zeker. En ik heb, uh, Allah is mijn getuige, ik heb me nooit mezelf willen profileren oh. uh, als een autoriteit. dat is voor mij echt... Uh, echt irrelevant. Het gaat mij echt meer om dat, uh, ik ben gewoon de ouders van mij, ben ik gewoon dankbaar voor de dwaas die ze mm -hmm. hebben gedaan. Maar uh, het is gewoon, ja, ik weet gewoon dat jongeren struggelen. Ik heb als jonger iemand heb ik ook gewoon gestruggeld. Iedereen heeft zijn struggles gekend. Maar als je dat op de juiste manier gewoon aangeeft en uh, lessen meedeelt aan de jongeren, dan uh, denk ik uh, dat je dan gewoon goed op weg bent. En uh, misschien kunnen we daar in de toekomst samen wat uh, voor gaan doen en betekenen, inshallah. We hebben het helemaal niet over vrouwenvoetbal gehad, man. Nee. We hebben, uh, Heb je een maar... paars ze dan ook, hè? Vrouwenvoetbal. Meen je dat? Ja. <laughs> Nog steeds volgens mij, dacht ik. Nee, niet door, waarschijnlijk door corona niet, want nee. het moeten getest worden, kost geld natuurlijk ja. allemaal. Maar de... geef ze niet papiertje van nee, je bent. Uh... Nee. Nee, het dat dat wel mooi zijn. Ja, toch? Nee, ik een bekende, pa bekende Pakistaanse. die was ik mee bezig. daar uh, gegaan heet ze volgens mij. Om naar Nederland te laten halen. Oh, ja. Maar dan moet je eerst een sponsorverhaal doen. en uh, hmm. nog wat zaken. En, uh, maar dus, dat is een speelse buiten Europa. En dan okay. moet dan minimaal 2000 euro verdienen. Hmm. Uh, in het Eredivisie Vrouwen in Nederland, zeg maar. heb je acht clubs. En drie hebben geld en de rest heeft een beetje geld. En heb je één club die op één of twee clubs hebben gewoon uh, niks? Mm -hmm. Weet je wel, dus er is nog niet heel veel uh, professionalisering bij ja. alle achterclubs of meerdere clubs om buiten onze een beetje sneller hierheen te halen. Ja. Uh, als ik zelf geld had gehad, heel veel had ik het waarschijnlijk nog gedaan ook. Ja. Want uh, zij is aanvoerster geweest van de Pakistanse elfte ook. Okay. En uh, ze heeft stage gelopen in Engeland, volgens mij nog een paar andere landen. Alleen, uh, ja. Uh, niet gelukt, zeg maar, voor haar. En zo kwam ik eigenlijk achter ja. En er zit nog een uh, Pakistaans kerel in Duitsland. Die zit ook in het uh, voetbal. Uh -huh. Of in de sportwereld eigenlijk. Uh -huh. En die, die heeft nog geprobeerd een stage te fixen in Duitsland. Alleen, ja, als je stage loopt ergens, weet je, je wordt uitgenodigd. En het, uh, je hebt niet de schwung die dag of die week. Ja, weet je oh, wel. Ja, het is een moment. Uh, moment -opname. En daar moeten ze op basis daarvan beslissen. Ja. Nou, over oh. statistieken. Jij bent daar er heel erg mee bezig. Vertel mij daar veel over. Statistieken. Ik vind dat echt interessant, want ik zou als ik het als de tijd terug zou kunnen draaien, zou ik heel graag bezig willen houden met statistieken, vooral over voetbal. CBS werken. Ja, want ik vind dat uh, ja, ik vind het gewoon heel leuk de wereld van transfermarkt mm. en uh, aankoop, weet je, verkoop, uh, hoe je een speler kunt vertegenwoordigen. En dat vind ik wel heel interessant. Van oké, okay, hoe bepaal je wat de salaris van een persoon is bijvoorbeeld? Of hoe bepaal je uh, dat de transfersom uh, uh, van een uh, persoon ja. dient te zijn? En hoe verkoopt bijvoorbeeld een uh, Mino <laughs> Raiola? Hoe verkoopt hij een speler? Ja. Poggen. Ja, <laughs> denk het. Ik denk, denk ik heel, het. Veel, heel veel opblazen. Uh, hij is ook opgeblazen nu. Maar, uh, <laughs> nee, ik denk dat hij heel veel dat doet. Onze maar de statistieken... Statistiek, uh, ja, ook wel mooi hè? <laughs> Ja kleine carrière. Ja. Nee, maar statistieken. De, uh, uh, je, hebt, je hebt die uh, uh, als je geld gaat lenen zeg maar alle resultaten van vroeger, of weet ik wat, hoe het gaat. Ja. Die gelden niet. Maar statistieken bij sporters, uh, ja. zeker van een week of twee, drie terug kunnen wij eens veel invloed zijn op je vorm. Dus je kan eigenlijk mensen opstellen, als we bij voetbal houden, uh, die in vorm zijn op basis van uh, passing. Uh, tackles, uh, luchtduels, noem maar op. Mm. Kijk, daar wordt natuurlijk veel meer gemeten dan uh, bij een amateurclub. En uh, daar kan je uh, mm. grote invloed uitoefenen op alle prestaties. En ook, hey, deze jongen die gaat te veel naar de piek, moet een gast terug, die gaat op de bank zetten. Iemand speelt negen weken, waar is goed? en tiende week zit hij op de bank. Wat doen ze vaak? Voorkomen van blessures. Mm. Vaak loop je verrekkingen op. Uh, Mistappen, ja. noem maar op. Dus, statistiek hebben dan in die zin, uh, zeker op het topsport, denk ik, veel meer invloed dan we allemaal denken. Als je voor de camera. Uh, for, sorry voor de camera. voor de microfoon, dan hoor je veel beter. Ja, the uh, <laughs> yeah. oké. Okay. En, en, uh, maar ik denk dat ze daar veel meer invloed hebben op, uh, de, uh, op, op de sportbeleving. Ja. En uh, als je lager zit, wordt het moeilijker. Dan komt het op je eigen beperkte. Uh, uh, zeg je dat? Uh, beschikbaarheid van data. Ja. In mijn wereld, vrouwenvoetbal is de beschikbaarheid alleen maar bij het eredivisieniveau. Ja. Dus daar, op basis daarvan maak ik statistieken ja. en daar uh, heb ik ook een website voor. Ja. En uh, dat doe ik al. Kleine 7, 8 jaar al volgens mij. Maar hoe doe je dat? Ik bedoel, dan moet je alles heel snel zelf gaan noteren ofzo, of zo. Nee, je hebt, uh, ik heb wat ingangen, zeg maar, waarmee ik. Uh, zelf kan noteren. Data, data binnenkrijgen, okay. ja. En, en je hebt een aantal sites, zeg maar, waar je ook data kunt. Uh, uh, die doet dit, die doet dat. Veldbezetting, uh, uh, balposession, zeg maar, dat soort zaken. En die kun je helemaal toevoegen in een Excel. Nou, je moet wat formules ontdekken of zelf herschrijven. En zo creëer je zeg maar, actuele data weer. En dan kun je beïnvloeden, ook met het geboortemaandeffect. Is iemand 31 januari geboren? Is iemand 7 juli geboren? Uh, dan valt hij in een bepaald kwartaal. Uh, bij de mannen zie je dat veel meer in de jeugd, uh, jongens. Uh, als ze in een bepaald kwartaal uh, geboren zijn, zitten ze in een andere groep. Terwijl ze misschien veel beter waren of zijn. dat ze eigenlijk een klasse hoger kunnen spelen bijvoorbeeld. Robin van Persie schijnbaar ook. Die heeft ook iets te laag gespeeld vroeger. Uh, omdat hij een bepaalde dag is geboren of een bepaalde maand. Ook okay, heeft hij iets te laag gespeeld, oké. Okay, okay. Ja, dat kan wel iets voor invloed zijn op de rest van je carrière. Nou ja, in dit geval is het natuurlijk anders. Uh, nee, maar hij moest al bij heeft, Excelsior ballen volgens hij mij. Hij begon bij Excelsior op zijn op vijfjarige leeftijd, maar ja. hij mocht eigenlijk niet inschrijven. Hij was nog te jong. Hij was te jong. Ja. even nee. Maar op een gegeven moment uh, zagen ze hem wel met de bal spelen, gaf hij een, een streep uh, mm. bijvoorbeeld. Oh, weet je wat? Uh, volgens Kom mij maar. kunnen we wel een uitzondering uh, <laughs> maken van Excelsior-fijn, dan naar Arsenal, en dan naar United. Ja. Yep, kampioen gemaakt. laatste kampioenschap. Nederlands één bedenk ik ook daardoor. Hè? Ja. ja, klopt. Nou, nee, maar misschien dat pakken dan... we misschien pakken dit jaar. Ja, pakken we uh, hem. United. nou wel weer op poten weer, Ja, ja. Het, <laughs> was slecht, het was heel slecht, eerst. Het was heel slecht. Solskjaer. Ja, ik heb net die wedstrijd gezien tegen Liverpool. Daar moesten we oh. deze podcast natuurlijk verschuiven, <laughs> want uh, alles moet wijken natuurlijk. Hè, voor, uh, ja. Dat was al één uur nu al. <laughs> Daar staan we drie punten voor op uh, Liverpool. Dus, uh, ja. Van de sorry. Beek gespeeld? Uh, sorry? Van de Beek? Nee, nee, nee. Wel verkocht? Nee, wat is dat toch met uh, al die uh, Hollanders, wij als Hollanders dan uh, met Van de Beek? Luister, ik wist niet dat we het hierover zouden hebben, eh? maar <laughs> mijn theorie over Donny Van de Beek. Hmm. Dan gaan we terug naar het originele onderwerp. Hij is net in, uh, uh, in Engeland aangekomen. Hmm. Dus de Premier League heeft een, natuurlijk een heel andere. Ja, is gewoon een hele andere beleving. En uh, dat betekent niet dat het sneller gaat. Te nee. snel gaat voor Donny van de Beek. Maar ik denk dat Ole Gunnar Solskjaer ervoor zorgt. dat Donny van de Beek gewoon rustig Later. wordt gebracht. Hmm. En dat zijn carrière wordt bespaard. Dus als hij bijvoorbeeld. op basis van het feit dat de, dat de media druk op hem uitoefent. Hmm. van Joh, je moet Donny van de Beek opstellen. Dan gaat hij spelen. En uh, dan zegt uh, de volgende dag... Uh, zegt ze, nou, was maar matig. Waarom hebben we 40 miljoen gehaald? Dan gaan ze die druk op hem voeren. Mm -hmm. Ik denk dat hij juist uh, Donny van der Beek beschermt. Joh, maak je luttere minuten. Jouw tijd gaat nog komen. wanneer je gewend gaat raken aan de Premier League... zul je automatisch jezelf in de basis spelen. En om eerlijk te zijn... Wat kun je eerlijk en zorgelijk kwalijk nemen? Ze staan op nummer 1. Oké, okay, uit de, ja, voor de... Champions mm. League... Prima. Maar ja, er valt niet zoveel te veranderen. Nee. Dus Donny heeft gewoon tijd nodig. Niet suiker Nederland. Ik heb het daar vond... niet meer gevolgd. En nee. Na die uh, drie wissels achter elkaar. Uh, ja. Zeven minuten ingevallen een keer. Ja, het is pijnlijk, Toen maar was ik, klaar. ik denk dat hij <laughs> ja. juist aan het belang van de speler ja. denkt. Aan zijn ja. uh, toekomst. Want ja. als je meteen drie, vier keer in de basis gaat opstellen en hij speelt gewoon middelmatig. En in Engeland middelmatig betekent, je bent een loser. Ja. En je weet hoe de press daar is. Ze zijn ja. daar hard. Ja. Daily Mail, Mirror, noem maar op. Nee. Dus Donnie komt er wel. Ja. Statistieken. Waar ja, we, en hier we, zijn we, geen meningsverschillen over, nee, Donny. Nou, ik ga ook <laughs> snel ook over. Weet je nee. Ik ga ook snel over. Nee, eigenlijk, zo, zo ben ik eigenlijk, er was niks zeg maar, in Nederland uh, vrouwenvoetbal uh, qua statistieken. Ja. En uh, zo ben ik ook als trainer erin zeg maar, gerold. En toen kwam ik steeds achter dat de verschillen te groot waren. Als je een mannenteam hebt, heb je een leider. Iemand die verslagen maakt, was regelt. Uh, kleren mm. liggen klaar bijna nou, dat heb je uh, binnen het vrouwenvoetbal amper ja. bij de pro's dan. Maar daaronder is het allemaal, uh, weet je, uh, basic. Ja. Bij amateurman heb je nog wel eens, had je vroeger puntengeld, kon puntjes, uh, geld, kon je nog puntjes geld mee verdienen. Is het altijd een soort lunch, uh, ontbijt is geregeld, busvervoer is er altijd. En aan de andere kant helemaal niks. Dus uh, zo leerde ik dat gaandeweg kennen ook, maar zo leerde ik mezelf ook als coach weer ontwikkelen weer. Je moet met mensen omgaan. Uh, met 14, 15, 16 verschillende karakters. Ja. En los of het man of vrouw is, zeg maar, je ja. hebt 16 karakters. Ja. En uh, iedereen heeft een mening of niet. Uh, stille mensen. Maar je moet ook leren uh, overbrengen hoe je wil voetballen. Of hoe je ze wil laten voetballen. Maar je moet ook kijken, oké, okay, dit zijn uh, 14, 16 mensen die niet gelijkwaardig zijn elkaar. Misschien 9 of 8. Een ja. aantal niet. Maar die anderen moeten wel mee blijven doen met de rest. Ja. Want je doet het samen. Nee. Ja, ik, ik, ik haat die kreet, corona-kreet ja. <laughs> Maar we doen het ja. samen. Maar bij, bij mijn mannenvoetbal heb je veel meer keus in uh, sp uh, spelers. Dus je kan ook selecties maken. ik heb ook veertien goede voetballers bij elkaar. Vrouwenvoetbal, als je tien jongens hebt, heb je één meisje. Ja. Zoals landelijk, zeg maar. Dus ja. je moet het altijd doen met wat je hebt. En daarin moet je dan eigenlijk een chemie creëren, tot die groep. Uh, ziet, hé, hey, zij kan dit niet zo goed, maar ik kan weer dit goed weer. Dus dat je elkaar aanvult. En niet. Uh, hebben we hebben allemaal neigingen om dingen te doen die we niet goed kunnen, maar mm. wel blijven doen. Een situatie creëren waar het eigenlijk niet naar voren komt. Mm -hmm. Dus het is uit dat je niet meer links voor kan geven, ze dus gaan ook niet links buiten spelen. Ga maar lekker voor je eigen egoïstische actie. Misschien maar op doel. Tussen iemand van binnenkant komt. Ja, eigenlijk. weet je wat dat? Ja. Nou, uh, jij weet dat uh, Bilal dat doet. Nou, mm -hmm. jij bent spits, weet je wel. Ze gaat toch schieten op het doel. Dus loop maar alvast, want die keeper laat los. Allemaal van die tactische dingen. Maar uh, vroeger hebben we al heel veel speels, dat heb je nu ook. Uh, ongediplomeerd zegt niks. Diploma's zegt natuurlijk ook niks. Hmm. Als je niet over kan brengen, heb diploma ook geen hmm. moer aan. Ja. Uh, Zeker in sport niet. Uh, of dat je de groep niet kan prikkelen of hmm. mee kan krijgen. Of die groep boos kan maken, weet je, als ze boos het veld op gaan een keer. Niet elke week. Dus hmm. als je die prikkels niet kan doen, dan zegt diploma ook weer niks. Alleen diploma is wel weer handig van de KNVB. Om een soort systeem te ontwikkelen in je team systeem. Zo ja. dus je wil voetballen. Oké, okay, als uh, de bal links is, wat doen we dan? Moet, wat moet die rechtsback doen? Yes. Nee. nee, je moet mee druk zetten naar binnen. Kleiner maken, want uh, dan kan je de bal afpakken. Dan kunnen we weer aanvallen weer. Weet je, yeah. je moet een beetje zien tussen uh, C-junioren. Oké, okay, level. C-B. Oké. Okay. Um, stel je voor, je hebt op een positie heb je twee speelsters of spelers die hmm. eigenlijk. Uh, niet het niveau hebben die jij eigenlijk wenst. Wat mm -hmm. doe je? Ja, dus als je hebt plan A en plan B en alles. Ja. En ja, soms... Uh, 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 dat is het, weet je, waar je mee werkt. Dus dan wil je of in de jeugd kijken. En van buiten hou je niet heel snel mensen weg. Mm. Behalve in de top kan je mak makkelijk mensen weghalen. Of naar je club ja. halen. Maar lager weer niet. Nee, omdat precies. iedereen een soort social team wordt dat vaak. Ja. Uh, vrouwenvoetbal. Wat je uh, bij het mannen hebt, bierteam. Ja dan wordt er niet bier altijd gedronken, maar ja. een beetje dat uh, vast team en iemand gaat weg, komt weer ja. een nieuwe bij. Zo wordt het een beer. Ja. En je moet het doen met wat je hebt. Ja, dat is misschien wel het lastige. En dat heb je ook bijvoorbeeld als manager bij een bedrijf. Mm -hmm. Soms heb je gewoon een afdeling en dan weet je gewoon, ja, eigenlijk uh, valt er niet veel uit te halen. Maar ja, je moet ermee ja. leren leven. Ja. Uh, iemand die heeft een vast contract. Ik bedoel, jij kunt ook niet zomaar spelers uh, ontslaan of uh, zeggen van... Uh, Ik wil niet met jou werken. Uh, ja. En dat is moeilijk. En dat is het moeilijke van managen. Waar je ook zit. Of het nou voetbal is. Of het nou vrijwillige basis is. Of je nog wat centen voor krijgt. Of dat je heel veel centen krijgt. Klopt. Je moet nog steeds met mensen omgaan. Dus jij kunt eigenlijk niet jezelf zijn. Door te zeggen wat je wilt. Van joh verrek. Doe dit. Nee, maar daar leer je wel weer anders denken. Omdenken ook Ja, dat. Daar kom je. Hoe ga ik er wel voor elkaar krijgen. Dat jij beter dat gaat doen. Of dat je ook inziet dat jij dit veel beter kan. Dus zorg dat je het ook vaker doet. En niet van, ja, maar dit. Of, nee, nee, nee. We spelen zo en dat werkt voor jou het best. Klopt. Dus moet je vaker dat doen. Ja. Je bent al veel sneller dan haar of uh, die ja. of die... Ja. Je moet eigenlijk elke week uh, mensen overtuigen van hun kunnen. Ja, je bent ook deels natuurlijk psycholoog. Je kent ook, uh, ja, je ook uh, issues uh, yeah. en dan probeer je daar ook mee omgaan. Dan moet je beslissingen maken. Hoe valt het als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat iemand denkt: van ja, volgende week zit ik uh, in de basis, maar jij weet wel beter. Hoe breng je dat over? <laughs> altijd moeilijk. Sommigen denken: je moet twee keer trainen, speel ik ja. altijd. Maar ja, je kan op de training, wat, wat, ja, Je kan op de training ook slecht spelen. Ja. Maar dat komt weer met educatie. weer. Uh, dus die, die meiden zijn, een beetje 5-6, die gaan op voetbal. Die worden bij elkaar gedropt door iemand en een leeg bekertje geeft training. Ja. Dus die meiden krijgen nooit wat mee. Die gaan papillonnen omheen lopen. Die schieten wat. En er zit er misschien één natuurtalent in. Ja. Nou, die wordt dan gelukkig door iemand eruit gehaald. In een jongensteam gestopt, weet je. En die wordt dan beter. En die haalt vaak ook oranje. Ja. Die speelt ook in de Nederlands elftal. Maar de rest... Uh, Krijgt niet de juiste aandacht. Ja. Of ze allemaal de aandacht willen, dat is wat anders. Maar ze moeten in ieder geval de juiste aandacht krijgen. Je moet een optie hebben om uh, beter te kunnen worden. Ja. Want als jij uh, sport maakt je, je mentaal sterker. Ja. Je gaat erheen, is een sociaal gebeurde, twee keer de week knallen, knallen. Ja. En op zaterdag, zondag, ga je ballen 90 minuten of kwartier ja. of een half uur. Ja. Je scoort, verliest en uh, je drinkt wat en je gaat weer weg. Ja. Maar die drie dagen ben je wel bezig daarmee. En dat creëert je ook als mens. Ja. En uh, ik denk dat. Ik heb ook met jeugd gewerkt, heel veel, van 13, 14, 15. Ja. Uh, dit is eigenlijk de fase waardoor je jezelf zeg maar, mentaal kunt sterk maken. Want als jij vaak op je bek gaat, moet je opstaan weer. Maar je kunt niet blijven liggen. Oh, Oké, okay, huilen, we gaan weer verder. Ja. Of je gaat eruit, weet je wel. Okay. Kijk, los van dat iemand zijn been breekt, dat zie je ja, we wel. Ja, maar... dat is wel ja, niet, uh, ja, Nee, wat dan ervoor is gebeurd, vaak, te uh, zacht aardige cultuur. Ja, sport, maar het is voor de gezelligheid. Dus het wordt geen sportmind mee. Ja, mentaliteit mee. Nou, als wij mannen ja. langs een voetbalkan. Ja, ah, gozer, kom aan weet je. Ja. Of dat. Nou, dan wordt hij ook geen schatje Sta maar op. We, weet je, je denkt, oh, je werkt gewoon. Ja. Zijn voetbalt ook daar. Ja. Winnen. Ja, laat hem maar huilen. Of weet ik wat, als ze verloren hebben. Weet je, het hoort erbij. Ja. En winnen is, 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 is het, is het uh, uh, eindspel. Of het hele spel eigenlijk. Is winnen van sport. Mm. En of nou tot mensen zeg maar zeggen: joh, sport moet niet een uh, winningsmentaliteit hebben. Ja, maar daarvoor. Is het een teamverband, sportontwikkeling. welke leeftijd is dat zo? Bijvoorbeeld mijn zoon die speelt voetbal. En uh, de trainer die is wel goed, mm -hmm. fanatiek. Uh, ik vind dat hij het gewoon heel goed en uh, leuk en aardig doet. Maar plezier staat wel voorop. Is een mix. Bij mij niet, maar... Is een mix, is een mix. Is het, maar Op welke leeftijd van een, van een voetbalkind mm. kan je zeggen van, joh, tuurlijk, plezier is belangrijk, maar het gaat erom dat jij nu een topsportersmentaliteit gaat creëren. Gelijkgestemde om je heen, dat is het belangrijkste. Ah, okay. Kijk, als jouw uh, zoontje alleen maar hard kan rennen, dan kunnen we beter op atletiek gaan. Okay. Dan pas je hem, weet je wel, met voetballers om hem heen. En dan kan hij hard rennen, maar dan staat hij of alleen voor het doel ja. en de rest van het team is er niet. Maar ja. Misschien heb je helemaal geen balgevoel. Maar willen we het wel graag, weet je wel? Ja. Maar gelijkgestemde, daar gaat het om. Ja. En uh, dat kan je binnen het vrouwenvoetbal sneller eruit halen. Ja. En wat we dan doen is vaak met ouders, weet je wel, gesprek hebben. Ga maar dat meisje richting de jongens. Weet je, kijken of ze meetrain te parken in de week. Ja. Nou, dan kom je automatisch tot zo'n meisje wordt getipt bij de KVB, District Teams. Ja. Dan komt de scout kijken. Nou, dan krijg je een uitnodiging. En dan komt het enthousiasme. Ja. Dan, wordt, dan krijg je die balans alweer van prestatie en uh, plezier. Ja. Wordt een mix. Alleen vrouwenvoetbal is nog niet zo professioneel. Als je er uh, op je 30ste stopt en denkt, zo, zou ik graag uh, die Porsche halen of dat. Ja. Dus, dus de eindstation is anders. Dus ze studeerden vaak gewoon straks weer uh, naar school, noem maar op. Maar dat is een beetje het verschil. Dat is, dat is heel moeilijk aan te zeggen. Als je allemaal gelijk gestemd hebt, dan kan je zeggen, joh, plezierig team, doe maar je ding. Als jullie klaar zijn, horen we het wel en dan halen we jullie op. Mm -hmm. Maar prestatie zie je al bij Effie uh, zo eigenlijk. Als je allemaal de goede bij elkaar zet, dan, Wezen, krijg je bij elkaar zijn, ja, dan krijg je automatisch voetbal. Ja, dan krijg je automatisch voetbal. Dan krijg je automatisch drang naar voren. Ik hey, moet die bal afpakken, want. Uh, en ze kijkt ook tv, uh, nou, iPads en uh, hoe heet die andere dingen? Uh, tablets heb Tablet. je, mobiels heb je. Dus die, 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 iedereen ziet voetbal continu. Ja, en wel... en als je zeker fanatiek bent, ja. <laughs> dan krijg je natuurlijk automatisch mee alles. Klopt. Ja, ik ben uh, veel minder fanatiek geworden naar mijn mm. zoon toe. Ik vind wel dat hij plezier moet hebben, maar ik vind mm. wel dat hij alles op het veld moet geven. Ja. En ik, voordat hij het veld opgaat, zeg ik altijd tegen hem: je mm -hmm. moet je ziel wel op het veld laten. Ja, ga gewoon knallen. Ja, je ja. moet wel. Je moet wel weten wat je doet daar, weet je wel? Ja, klopt. Of je nou uh, elke week verliest, uh, is maar, goed, Als je maar. alles hebt gegeven, is ja. van mij gewoon echt uh, en weten wat je moet geven. Klopt. Nou, dat is dan een coachding, weet je, ja. met elkaar. Als we nou dit doen, uh, kunnen we in ieder geval zijn we dichtbij een winst of kunnen we een keer scoren. Ja. <laughs> als je dan de tijd niet ja. gescoord hebt, noem ja. maar op. Ja. En uh, maar heel veel mensen vergeten ook één ding hè? Wij zijn altijd vaak als we tv kijken, ja, Augissie uh, of die andere, die uh, Zwitser. Uh, Federer nee, de Chocola. Uh, Federer die, ja. <laughs> ja, ja. die hebben ook heel veel op moeten, uh, 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 uh. op moeten geven om dat succes te doen, zodat jij en ik allemaal kunnen kwijlen voor de tv. Ja. Nou, uh, dus die kunnen niet zomaar zeggen, ja, ik heb me geen plezier, maar ik ben 15, maar ik moet toch want iemand moet straks uh, op, uh, hoort dat iemand moet tv kijken en dan kunnen ze beter naar mij kijken. Dus die hebben we heel veel opofferingen moeten doen om dat succes te halen en vast te houden al die jaren. Ja. Voor mij is die nou een keer gestopt, dacht ik. Ja, zou kunnen. En ik, heb grijs en baard. ik ben ook van de tijd van Agassi en Dan en Sampras. Becker. En... Ja, 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 precies. Nee, ja, maar die hebben we allemaal dingen moeten doen. Ja. Dus je kan niet zeggen, ja, je moet alleen plezier hebben. Op een gegeven moment komt het uh, scheidingslijn of uh, de, het pad weet je, dat je een keuze moet maken. Ik ja. kan nu vijf keer in de week trainen, zes keer in de week. Dan krijg ik schoolbegeleiding. En dan moet ik drie jaar proberen vol te houden en kijken of het lukt. Dan lukt het niet. Ja, dan heb je vooral een opleiding. opleiding. En daarna moet je, ja, normaal kan je met amateurvoetbal terecht, nu even niet. Uh, dan kan je wat anders gaan doen. Of je wordt trainer of uh, noem maar ja. wat. Alleen het perspectief binnen vrouwenvoetbal is nog steeds niet, zeg maar, dat je geld mee kunt verdienen. Ja. Dus je moet echt uh, bij Ajax, PSV, Twente zitten. Dan maak je ook meer kans voor Nederlands uh, voetbalhalftal, zeg maar, uh, vrouwenhalftal. En ook meer kans om naar buitenland te kunnen gaan of dat de aandacht voor je is. Ja. En die andere vijf clubs hebben dat veel minder. Dat zijn echt opleidingselftallen op dat niveau weer. Ja. Zeg maar de RKC's, de Adel-Denaags voor Ajax, PSV en Feyenoord bij de mannen. Ja. Dus daar zitten het doen nog 10, 20 jaar nog hopelijk. Okay. Totdat meer ja. een meisje van 7 ook kan zeggen: hey, uh, over 5 jaar wil ik uh, daar zitten. Ja. Hoe je het dan gaat doen, ouders? Ik wil 5 keer een week trainen. Duidelijk. En jij zei dat je voor 4-3-3 gaat altijd. Ja. Waarom? Ajax. Nee, is meer. Wat voor type trainer ben je? Met welke winst? Ja, oké, Ajax. Oké, maar welk karakter ook? Welke trainer? denk je dat je wat meer raakvlakken mee hebt? Ik denk als ik me meer verdiep in meer richting Mourinho. Kijk, Mourinho 4-3-3 Nee, dat even ik niet. w. d. Wat is het? hier Nee, meer het mentale, weet je wel? Alleen dat is ook weer een mooi verschil met Mourinho. Morino komt natuurlijk uh, uit Portugal. Ook een beetje andere klassen noem maar op en dat soort zaken. Dus ze hebben ook net zo'n overlevingsdrang, wat die Zuid-Amerikanen veel hebben. Klobaris, onze vriend. Ja. Onze uh, bijter. Die bijt zich uh, langzaam. Die is ook zeg maar in de survival modus, net zolang die voetbalt. We ja. gaan al door bij Atletico zag ik. Ik, uh, ik had even, even wat gemist ja. tot hij weg was. Ja. Uh, maar de, de hele inzet is gericht op geld verdienen voor zijn gezin en familie. Ja. Dus overlevingsdrang. En Morino heeft altijd zo gevoetbald. Dit is je laatste kans. Dit is je laatste. dit. Uh, je moet nu pakken, want als je straks naar Real moet, weet je, toen hij bij Porto zat en bij Inter ging Inter, met uh, ja. Eto'o en uh, kleine Schneider, ja, Schneider ook, dat ja. groepje. Ja. Daarna is het eigenlijk niks geworden met hem. Chelsea bezig ging een Bez, beetje. Uh, Chelsea nog, volgens mij was hij nog kampioen geworden met Chelsea. Ja, toen ging hij Real, maar toen dacht hij dat hij God was. En toen ging het eigenlijk mis. <laughs> Nee, van Real komt hij ja. weer terug naar Chelsea. Uh, ja, Real heeft hij ook wel gewonnen, maar hij heeft wel van uh, Pep slag uh, ja. gekregen. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Maar dat, dat was een downfall, ja, ja. ja. Dat was uit de downfall, zeg ja. maar, tot hij eigenlijk daarnaast ging lopen naar zijn eigen filosofie. Ja. Maar die filosofie waar, wat hij heeft gehad om waar te zijn, dat stuk, zeg maar, dat, dat, dat is, uh, kan je niet meenemen in een westerse wereld, heb ik gemerkt. Ja. De drang is er niet om te hier. want je bouwt een backup plan niet west, uh, ja, ja, west of noord-Europa noord-Europa noord ja Portugees, Spanjaarden hebben dat ook ja. uh, noord-Europa uh, hebben die hebben geen ja. drang zeg maar om het ja. maximale uit te halen en dat is niet een, een, een kletsvaal van mij maar dat heb ik al vaker gehoord zeg maar dit uh, wat ik nu vertel de drang is er niet de absolute drang om te presteren ja. is er niet ja. ieder morgen kan ook ieder volgende week ook ja. of tot je uh, de Frank de Boer tijd zeg maar uh, nooit het uiterste uit willen halen. Weet ja. je, een penalty slap in schieten. Ja. Dit is die laatste kans Dat je op een WK staat in 98... in de finale in Brazilië. En dan schiet jij even een penalty in... alsof je ja. denkt, ja. ik sta in de tuin met mijn zoontje. De drang om absoluut, weet je ja, Scherp. Killers ja. Tot ja. je gewoon iemand sloopt, opeet. Want dat uh, heeft te maken ook met levenservaring, denk ik. Ja, de background gecreëerd, ja. je creëert, weet je wel. Want Mourinho... Uh, Mourinho is gewoon wat dat betreft wat je zegt... een, een prachtig voorbeeld. Hij was een net niet... Mm -hmm. Dus hij had het net niet gehaald. Zijn ja. vader was uh, volgens mij een keeper. Ja. En hoe is Mourinho in de voetbalwild gerold? Ingerold? Hij ging gewoon als taxichauffeur <laughs> zijnde, ging hij ook uitleg geven aan Barcelona. Van joh, je moet zus en zo doen. Je mm -hmm. moet daar brieven volgens mij zelfs schrijven. En hij ging Sir Bobby Robson ging hij, uh, proberen te helpen. Van joh, luister. Jij spreekt de taal niet, nee. ik spreek taal wel, ik vertaal voor jou. En zo liep hij, ja. tel, gewoon bij Barcelona liep mm. hij stage en is hij doorgegaan. Dus zijn mentaliteit is wat dat betreft echt second to none. En ik beaam ook hetgeen mm. wat jij zegt. Uh, maar hij is geen pragmatische trainer. Nee, 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 maar dat, dat zag je dus later. Dat hij eigenlijk gewoon een uh, uh, succes... Ja, drie jaar en dat zit. En ik ga verder. Dan hou het op. En nu zie hij bij Tottenham zitten hier. tot hij daar nu nadenkt. Van kijk, ik heb nu alles gedaan. Ik heb gek gedaan. Ik heb dit gedaan. Ik ga nu proberen iets neer te zetten. Dus de de laatste drie jaar. Want hij dacht dat hij tot aan zijn zeventig zet telkens elke club kampioen kon Nee, je hebt maar drie, vier clubs die het geld hebben. Dus je hebt geen vier Barca's, Je hebt geen vier Real Madrid Dus je kan ergens heen. Dus het enige wat je overhoudt is die B-categorie. En daar de top van. Uh, ja, dus Ajax, de, nou, hier komt hij hmm. natuurlijk niet. Nee. Uh, qua cent al niet. Misschien op zijn zeventigste. Ja, dat is het laatste, <laughs> de, laatste jaartje, weet je wel. Maar de, de, dat is zeg maar de drang. En dat zie je binnen het voetbal ook altijd. Uh, de, de maximaal presteerden, Gewoon alles eruit te halen. Ik zat in de zaal met wat uh, gasten. Die zaten al in de derde helft, voordat we om gingen kleden om uh, warming-up te spelen. Heel slecht. Ik kan dat nou zo slecht, ik, uh, slecht tegen. Ik, ik wil gewoon die twee keer vijfentwintig minuten gewoon vol gas. Ja. En al loop ik met mijn hoofd tegen een paal aan bloed. Ik ga gewoon door. Wisselen laat ik. <laughs> <laughs> ja. Maar toen ben ik ook gekapt na twee drie, nou, twee, drie jaar volgens mij ben ik gekapt daarmee. Omdat eh, te fanatiek. Ja, ja. En als ik daar sta, wil ik gewoon winnen. Of oh, weet ik tot we niet winnen. Ik wil je wel proberen te ja, je winnen. Je moet je alles geven. Je moet ja. gewoon echt. Ja, oké, momenten. En ik geniet net zo in die derde helft, maar als ik erin zit. Klopt. <laughs> niet, in de, niet in het eerste gedeelte, het weet gedeelte. je wel. En al doen. zijn ze beter. Maar dat zie je dan terug bij uh, wat ik maakte, meemaakte in vrouwenvoetbal. Uh -huh. Ja, we hebben ook vaker van verloren en zo. En dan speelden wij weer 1-1. Maar dat kost heel veel energie en tijd. Je moet elke week hetzelfde bijna halen, bij, bij een aantal. En je hebt bepaalde key-spelers. Die moeten eigenlijk elke week spelen. Dan valt je team uit elkaar. En dat zijn en, de dat... informele leiders. Ja, van, maar dat ja. is heel moeilijk. Ken maar maken aan de rest. Ja, die moeten altijd spelen. Ja, maar ze komen één keer in week week trainen. Maar u zei toch, uh, ja, dan ga je. Dus je moet eigenlijk helemaal geen regels hebben. Je moet ze gewoon toepassen wanneer ze nodig zijn. Ja. Anders word je aangesproken. ja Jij zegt twee keer in de week trainen en zij komt één keer. Ja, maar het is wel uh, die. Ja, ja uh, maar je zei twee keer. Ja, Kun je nagaan wat dan een trainer op uh, topniveau, uh, wat voor gesprekken die allemaal moeten voeren. Ik weet niet of je, je het documentaire meer gezien, tijd, gezien van de Mourinho uh, ja. tot Spurs hebben gezien? Ja, klopt. Ja, okay. ja, dat is echt je hebt ook wel bedoel. meer tijd, hè? Uh, ze zijn natuurlijk 40 uur werkweek is het eigenlijk. Eigenlijk wel. Maar ja, dan nog heb je We 25 hebben, uh, van die verwende gasties. Ja. Die uh, miljoenen verdienen. Daar is het ook weer. Ja, dan heb je echt met verschillende types ja. te maken. Ja, ik vind het... Ja, ik, ik zou, ik dat zou niet kunnen vinden. dat uh, level daar. Want, uh, nee? Want zo je eigenlijk gewoon heel direct kan zijn. Maar hem zie je ook niet te direct, hè? Nee, niet meer. Nee. Vroeger maakte hij gewoon af. Ja. Maar hij is nu ook wat moeten slimmer. we, want anders wordt hij weggebonjoerd. Uh, Bij United RdK, was hij weggebonjoerd. En die is gewoon een houthakker, Maar We hebben belangrijk gemaakt op die assist. Ja, <laughs> ja. ja. Die, gewoon die, die kan gewoon hier. Uh, weet je, nou, Efteling is dicht nu, maar die zou gewoon een Efteling kunnen werken. Niemand die hem herkent. Uh, klopt, maar hij is wel een goede spits. Uh, ja, hebben een beetje belangrijk ja. gemaakt. Uh, wat dingen afgestemd op hem. Ja. En een grote jongen van gemaakt. Ja. Dat eigenlijk gewoon, uh, ja, dus geen, geen aanvoerder. Het is geen aanvoerder. Nee. Het is geen aanvoerder. Daar ben ik wel met je eens. Uh, maar hij knalt ze wel erin hoor. Ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Dus hij is wel ook alweer bezig met iets, uh, iets aan het neerzetten. Neerzetten, ja. Uh, dan wat hij daarvoor heeft gedaan. Want die Klop. fase is eigenlijk voorbij. Klopt. Maar ik denk dat zijn carrière van Morinjo. In de WHO uh, moet of een land kiezen of ze stoppen. Gewoon ja, ze stiekem eruit. Ja, ja, precies. Nee, duidelijk. Ik vond het een geweldig gesprek. Ja. En, ging ook uh, snel. <laughs> Het ging heel snel. En uh, inshallah gaan wij de plannen die we hebben uh, hebben besproken hier. Staat Lek op camera. Ja. Gaan <laughs> we lekker uitwerken, inshallah. En uh, misschien uh, tot de volgende keer. Graag gedaan en bedankt. Is Dankjewel. Asalamu ja. As alaikum. Assalamu alaikum.